Ja, ergens wil ik zeggen dat ik zenuwachtig ben, maar tegelijkertijd weet ik dat ik dat niet moet zijn. Hetzelfde is voor mij. Ja, oké. Okay. Maar we gaan tegelijkertijd... Willem, we gaan iets scheppen. We gaan iets scheppen, zeker. En, ja. En dat is het mooie. En ik ga gelijk even beginnen met een ja, ik weet niet of ik het gedicht moet noemen, maar een aantal mooie zinnen die jij in een van je vele boeken, Boek van het Scheppen, hebt gezegd. En dat gaf mij zoveel spirit, zeg maar, ook voor Koekeroe. De vorm waarin doet er niet toe. Schepping kan in elke bedding vloeien. Elke vorm aannemen om zichtbaar te zijn. De vorm is nooit het probleem. Al doen we vaak alsof dit wel zo is. En blijven we ons fixeren op de vorm. Maar vertel me eerst eens hoe dan? Vorm volgt inhoud, volgt essentie. Niet omgekeerd. Als die er is, neemt vorm vanzelf gestalte aan. Richt je dus op de immer scheppende inhoud, het wat. En volg hoe die zich ontvouwen wil in een vorm die er in wezen niet toe doet. Het hoe. Ja, en dit is hoe vaak ik wel niet dingen in mijn hoofd dan wel heb geschapen, zal ik maar zeggen, maar in werkelijkheid niet, omdat er een soort van barrière zat. Dus bedankt hiervoor en bedankt voor de vele boeken. Er liggen er nu hier op tafel nog meer, omdat ik ze nog niet allemaal had, jouw Biblos-serie. Fantastisch. En een cursus in wonderen. Nou, we gaan het er, ik bedoel, ik ontplof bijna. Waar gaan we beginnen? Waar gaan we beginnen? Nou, laat ik gewoon beginnen. De vorm volgt inhoud, dus ik... Ja, nee, precies. Nou, laat ik beginnen hoe basic die ook klinkt, maar ik meen het oprecht. Hoe gaat het met je? Het gaat met mij heel erg goed. Ik ben heel erg gelukkig. Ik heb ook helemaal eigenlijk geen last van alle beperkingen van de COVID of zo. Nee. Nou, dat zat er wel een beetje achter. Mijn leven gaat gewoon eigenlijk full speed door. Ja. En mag ik de onbeleefde vraag stellen hoe oud je nu bent? 66. 66, lekker man. En ik voel me, 26 of ja, zo. Ja, maar zo zie je er ook uit, gelijk die twinkeling, helemaal top. Nou ja, ik vroeg het inderdaad ook wel een beetje met als achtergrond corona. En dan moet ik gelijk eventjes denken aan iets. Ja jongen, ik heb aantekeningen gemaakt in al je boeken. Dat is... Je hebt ze niet van goed gelezen, ja, dat vind ik leuk. Waarbij ik de universele wetten, die vind ik niet lastig, maar die wilde ik echt wel vaker, zeg maar, die duurde het langst. Ook omdat, ik weet niet of jij dat kan beamen, dat op het moment dat je leest over het ego, dat je gewoon automatisch een soort moe kan worden. Ja, dat klopt. Ja, hè? Dat is waarom ook vaak mensen met de cursus, als ze bezig zijn, nog ineens een soort black-out krijgen. Ja. En vals in slaap. Dat is toch echt niet normaal, dit werk. Het ego heeft die weerstand, die wil het gewoon niet. Dus die zet er een schermpje voor. Nou, ik heb dat echt, zeker ook in dit boek, want dan is het einde van het hoofdstuk, gaat het altijd even over wat het ego doet met de universele wetten. Ja, ja. Nou, daar deed ik het langst over, weet je wel. Moest ik weer opnieuw beginnen, dacht ik, hoe lang zit ik nou op deze bladzijde, weet je wel. Maar eventjes toch over de situatie waarin we zitten. Lees ik iets en ik moest er toch aan denken. Wanneer een systeem met steeds meer regels op veranderingen reageert, kun je dat als een onmiskenbaar signaal zien dat het in de chaosfase is beland. Als een systeem verkrampt in regels, beperkingen, protocollen en procedures, dan weet je dat het eind van het systeem nabij is. Yes. Ik las dit. Ik dacht, oké, het eind van het systeem is nabij. Ja. Ja? Ja? Het kan niet anders dan in elkaar storten. Oké, we beginnen wel gelijk vrolijk. Nou, dat... eigenlijk misschien best positief. Ik vind het positief. Het oude werkt niet meer. Dus het kan niet anders dan een keer in elkaar storten. Ik zie het als die wet van orde, chaos, orde. Ja. Dat er dus een orde is geweest die niet meer werkt. Dan krijg je eerst een chaosfase voordat je bij een nieuwe orde komt. En je kunt het vergelijken met, dat geloof ik dat in het boek ook beschrijf als beeld. Als je een metalen plaat hebt waar zandkorrels op liggen en je doet daar geluidsgolven doorheen, dan krijg je prachtige figuren. En als je de hertsen verhoogt, dan is het in één keer wam weg. En dan is het gewoon even een rommeltje. Dus een rommeltje. Dan zie je de laatste korreltjes nog zo wegrennen. En als je het dan nog weer iets verhoogt, dan komt er een nieuwe orde. Ja. En dan staat er iets veel mooiers nog en veel simpelers op een bepaalde manier. En precies in die fase zitten wij van die chaos, waardoor je dus gewoon weet, het kan niet anders dan naar een nieuwe orde gaan. En dat is waar deze tijd volgens mij voor bedoeld is. En ieders medewerking wordt in die zin vereist dat we onwankelbaar aan de kant van de liefde blijven staan. En niet aan de kant van de angst. Ja. Dus niet meegaan met alle gekkigheid die we overal op ons heen afgevuurd krijgen. Maar gewoon, ik blijf aan de kant van de liefde staan. Ja. Dat is het tegenwicht wat we moeten geven. Nee, dat begrijp ik. Maar er zijn ook veel mensen die daar bijna boos om worden als je dat zegt. Omdat je daarmee dingen zou ontkennen of... Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Ja, maar we ontkennen het niet. We zien alleen vanuit een hoger perspectief hoe het in elkaar zit. Ja, maar wat zeg jij dan toch eventjes met de regeltjes die door ons worden opgelegd? Hoe
Ja, hoe ga jij ermee om? Wat? Het enige regeltje wat ik eigenlijk volg is een mondkapje als ik de Jumbo in omdat moet. Omdat je gewoon... ja, nee, ik voel heel erg wat je zegt. Dan moet je wel, anders geeft het weer zo'n gedoe. Ja, dat, precies. En dan beslaat mijn bril. Dus ik heb er altijd een plastic onder een andere en dan gaat het goed. Ja. Maar nog eventjes toch over die verandering dan waar we in zitten. Want ik ben blij en ik voel dat zelf eigenlijk ook wel dat je er zo positief in staat. Want ook in het kader van de wet van de ontwikkeling. Alles ontwikkelt zich, precies. Ja. Zijn wij nu in een soort tussenfase op naar een nieuwe dimensie? Of hoe praat jij daarover? Ik moet zeggen, er zijn tijden geweest dat ik dacht, waar hebben mensen het over? Maar inmiddels begin ik dat hele dimensieverhaal wel ietsjes meer te snappen. Nou, ik geloof in ieder geval dat we naar een nieuwe fase van bewustzijn onderweg zijn. Ja. Ik zeg ook wel, worden opgetrild, dus alles krijgt een hoger trillingsgetal. En daarmee betekent het ook dat het oude, wat die trilling niet meer kan absorberen, in elkaar stort. Vergelijkbaar met in Japan bouwen ze huizen of wolkenkrabbers op grote rubberen klossen. Ja. Dat als er een aardbeving komt, dan absorbeert het gebouw het. En oude gebouwen die storten in, omdat ze die trilling niet kunnen absorberen. Nee. Maar wij zitten in een vergelijkbaar iets dat alles wat zeg maar, die trilling kan absorberen, gaat naar een hoger bewustzijnsniveau. Dat geldt voor ieder persoonlijk. Maar het geldt ook voor grote structuren, het geldt voor economie, het geldt voor... Dus dat kan er of tegen of het klapt in? Het klapt in of het gaat mee. Ja. En als je dus niet meegaat, dan klapt het in. Ja. En uiteindelijk gaan wij allemaal mee. Want ergens vond ik dat nog wel eng. Ja, dat ik dacht van, hey, zitten we nou... Hey, is de ene verder dan de ander? Maar ergens lees ik ook een soort voorbeeld van apen, geloof ik. Ja, die honderdste aap. Ja. Ja. Dat als op een gegeven moment een kritisch aantal apen in dit geval... een bepaalde handeling verricht. Dat hebben biologen uitgezocht. Dat is een bekend verhaal over de honderdste aap. Dat apenkolonie zat op een verschillende eilandengroep. En was die groeven een soort knolletje op wat ze konden eten. Maar ze hadden wat zand aan. Dus een aapje liet het vallen in het water. En hey, zonder zand is veel fijner. Dus die begon zijn aardappeltje te wassen. Ja. En dat ging de volgende doen, ging de volgende doen, ging de volgende doen. Op een gegeven moment zagen ze dat er een kritisch aantal was. En toen was het opeens op al die andere eilanden waar ze het ook aan doen. Terwijl ze dat niet... terwijl ze niet daar bij elkaar waren. Nee. Ja, dat is weer de connectie met elkaar. Ja. Dat denk ik. Minds are joined, zegt de cursus. Denk, geesten zijn met elkaar verbonden, zijn één. Dus als er één keer zo'n zeg maar, liefdegedachte in het geheel komt... dan gaat die ook verder. Ja. En daar heb je op een gegeven moment een kritisch aantal ook voor nodig. En iedereen kan dat tipping point zijn... waardoor je de hele boel ineens de andere kant op ziet gaan. Ja. Nou, daarom zijn we met dit soort werk bezig. Jij ook, om te helpen dat bewustzijn te... Ja, ik vind het gelijk heel groot, maar daar komen we straks nog op. Want ik merkte wel dat ik daar af en toe een beetje mee in de knel kom. Maar laat ik het wel inderdaad even bij de persoon houden. Want je ontwikkelt je dus altijd. Maar dan gaat het over fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Ja. En eigenlijk ook... Dat is het hele mens. Hè? Dat is het hele mens, precies. Maar, dus, en nu op een of andere manier ben ik zelf heel erg gefocust. Nou, ik heb eigenlijk ook wel fysiek met sport gedaan... spiritueel, nou ja, daar zou je dit van kunnen doen. Maar je moet alles een beetje tegelijk doen. Dat is meestal werkt het snelste. Ja. Ja. Maar hoe ontwikkel je... Ja, hoe ontwikkel je emoties en mentaal? In feite, dan kan ik naar de cursus verwijzen. Emoties en mentaal... De cursus spreekt ons op ons denkgeest aan. Hè, dus op ons denken. Ja. Maar het gaat ook tegelijkertijd over onze emoties. De emoties worden niet weggeduwd. Maar wat je hier krijgt, is dat je gewoon heel goed leert kijken naar binnen. Ja. En met name naar alle ego-toestanden die je daar hebt. En dat is hoe we het snelst ontwikkelen. Als we het ego in beeld krijgen en zien dat we dat niet zijn. Ja. Hè, ons ego laat ons geloven dat we geïdentificeerd zijn met het ego. Dat er niks anders is dan dat. Nee. En als je dus dat gaat zien, en daarom zegt de cursus ook steeds, kijk naar je ego. Hè, dan val je er niet mee samen als je kijkt. En dan kun je dus ook zien wat het doet en heb je een andere keuze te maken. En daar gaat het volgens mij in deze tijd überhaupt altijd al over, maar nu nog meer dan ooit. Ik zeg even erbij, want jij noemt een aantal voor jou is dit je leven, de cursus. Alsof iedereen, ik denk dat er mensen zeggen, waar kan ik de cursus bestellen, alsof het een soort programma is. Een cursus in wonderen, daar heb je het over. The Course in Miracles, jij bent een van de medevertalers. Het is een, hoe zou je het zien? Is het een handleiding voor het leven? Zo kun je het zeker noemen, ja. Hoe zou jij het noemen? Want nu heb ik eigenlijk de puntjes al ingevuld. Nou, dankjewel. Nee, wat is een cursus? Hij gaat er mij al 33 jaar mee. Dus, maar wat is het? Het is een spiritueel boek wat jou helpt om te groeien in spiritualiteit. Ja, okay. Om je ego af te leggen. Volgens mij gaat alle spiritualiteit uiteindelijk daarover. Om je ego in beeld te krijgen en dat af te leggen.
Want anders heeft geen spiritualiteit helemaal geen zin. Nee. Dus dat doet dit boek, ook met dat werkboek wat erin zit, met die 365 lessen, dat maakt het ook gelijk heel praktisch. Het geeft dus een achtergrondfilosofie van het geheel. Het geeft praktische lessen en het geeft ook nog een keer toelichting op allerlei vragen. 365 voelt als, oké, dan ben je een jaar klaar, maar dat is eigenlijk niet te doen. Dat is, bijna niemand doet het voor de eerste keer in één jaar. Nee. En dan word je nog gedesillusioneerd als je bij het nawoord van het werkboek komt en staat, deze cursus is een eind en niet een begin. Ja, of we beginnen niet een eind. Nee, ja. Met andere woorden, je begint pas begonnen. Ik ben wel benieuwd, want ik twijfel er niet aan of dat een van jouw drie boeken is. Toch? Nee, dat is hem. Daar ligt hij bovenop. Dat is het boek. Toch een aantal vragen erover. Ik zal aan het eind van het gesprek, heel veel vragen zijn er binnengekomen. Maar ik wil één vraag van Edwin Selij. Hij was een van de eerste die hier in de Koekeroe gesprek dit boek noemde. En hij vroeg zich af, en ik ben er ook wel benieuwd naar, hoe jij het nog... Ja, bedoel, jij leeft het boek natuurlijk, maar heb je voor jezelf ook nog een soort dagelijks momentje erbij? En hoe... Yes. Oké, en hoe werkt dat dan? Gewoon, ik ben gewoon een keer weer begonnen met les 1 en ik zit nu op les 221. Ja, precies. Dus dat is gewoon nog altijd... Ja, niet soms sla ik wel eens een dag over. Ja, maar in principe ben ik er gewoon weer mee bezig. En ik vind het fantastisch om weer te doen. Het is elke keer weer fantastisch, omdat het elke keer op een ander niveau aanspreekt. Ik zeg wel eens dat in de cursus staat er een soort ladder. Mm-hmm. En die begint waar jij denkt dat je bent. En daar word je naar een volgende sport geleid. Ja. Als je de cursus weer doet, dan komt hij op dat niveau. Rent je weer elke verder. Keer geeft elke het een andere verder. Laag. Terwijl het feitelijk dezelfde letters zijn. Maar het doet bij jezelf iets anders. Het gekke was toen ik had het precies in het Engels gedaan. Toen kreeg ik de drukproeven van Ank Hermes. En ik ging hem in het Nederlands doen. Ja. En dat was een totaal andere ervaring. Ja. Ook omdat het in je eigen taal is. Ja, maar die heb je toch zelf medegemaakt? Ik heb het vertaald. Ja, maar gewoon... Maar dan nog. Ja, dan nog. Oké. Ja, laten we even naar de historie gaan van jouzelf. Want 8 mei is een belangrijke dag voor jou. Zo, heel goed. in meerdere jaren. Te beginnen met 1985. Ja. Wat gebeurde er? Dan was ik bij Elisabeth Kubler-Ross. Een Zwitserse psychologe, arts die uiteindelijk met sterfbegeleiding is begonnen. En ik zat in een workshop met haar, met 100 mensen. En wat zij deed was op een matras mensen helpen om door hun unfinished business, zoals zij dat noemde, heen te werken. Zeg maar al je onverwerkte pijn, onverwerkte angsten enzovoort. Ze was op dat moment bezig met een vrouw die Joodse was, die in de oorlog dingen had meegemaakt, die kanker had, die uit haar woongroep werd gezet, in ieder geval en verkracht was enzovoort. Dus ik vond het verschrikkelijk wat ik hoorde en iets in mij begon op dat moment te bidden. God, geef haar iets. Ik weet niet eens waar het vandaan kwam, maar het gebeurde. Ja. En op dat moment kreeg ik zelf enorm hoop energie door mij heen. Toen ik dacht van, wacht even, wat gebeurt hier? Dat had ik nog nooit zo meegemaakt, zo sterk. En ik dacht, het is niet voor mij, het moet door. Hè? Ja, mooi. Nou, toen zei Elisabeth op een gegeven moment tegen die vrouw van, wil je aangeraakt worden als een soort heling? En het duurde vrij lang voordat ze daar ja op zei. Maar toen ze ja zei, Elisabeth had blijkbaar gezien dat er mee iets gebeurd was, die is zo van kom. Ja. Dus ik stapte maar voor met mij nog een paar anderen en we hebben haar opgetild en gewiegd. En de hele zaal heeft een lied gezongen, wherever you go, I shall go. En woem, dan was die energie weer. Ja. En die kwam dus door mij heen en ik zag haar dus ontkrampen. En toen wist ik, oké, dit is wat liefde is en dit is zoals wij bedoeld zijn. Het heb ik mijn hele leven omgegooid. Ik bedoel, niets meer hetzelfde gebleven. Want in wat voor een leven zat je? Want dit is ook wel hetzelfde jaar dat je bij Osho bent geweest, ik toch? Ben niet bij Osho. Oh, dat dacht ik. Nee, okay. Nee. Ik was nog aan het promoveren over Willem Frederik Hermans notabene. Okay. Dat lijkt echt een vorig leven. Ja. En ik wist wel, dat moet ik wel afmaken, maar dat is niet waar ik voor gekomen ben. Nee. Dat moet wel. Maar heb af. Je gewoon echt vanaf dat moment alles echt zo laten vallen? Nee, ik wilde wel het proefschrift afmaken. Ja. Ik wil niet iets onafgemaakt met mijn. En waar ging dat over? Over Willem Frederik Hermans en zijn literatuuropvattingen in de periode 1945-1964. Fantastisch. Maar ik doe daar verder helemaal niets meer mee. Nee. En het was voor mij echt zoiets van, oké, dit is de omslag. En ik had nog even tijd nodig om dat af te ronden en echt helemaal open te gaan om praktisch ook die andere dingen te gaan doen. Nou ja, precies. Kijk, het kan wel dan een soort gevoel geven van, dit is het leven, dit is zoals je zegt, dit is liefde, dit is de schepping. Maar ja, dan moet je ook nog invulling aan weten te geven. Ja, dat nadat mijn proefschrift klaar was, toen was ik bij een workshop van Jerry Jampolsky. Iemand die ook vanaf het begin met de cursus bezig is geweest. In Nederland was die. En ik kwam in de pauze, liep ik naar hem toe en toen zei ik van, goh, weet jij hoe het met de Nederlandse vertaling van de cursus staat? Oké.
blijkbaar was er al iets in mij wat dat iets mee wilde. Ja. Zei die, nee, daar weet ik niks van. Maar ik heb wel van iemand gehoord dat mijn boeken zo slecht vertaald zijn. Do you know someone who can do it better? En iets in mij zei weer, ja. Ja. Zonder te weten wat. Toen zei hij, hier heb je mijn autobiografie en mijn kaartje van mijn uitgever. Ga je gang. Mijn zegen heb je. En zo vertaalde ik mijn eerste boek. En dat was dus in feite de omslag. Ja, ja, die dus praktisch werd. En het grappige was dat toen ik die uitgever belde, was destijds Mirananda, bestaat niet meer. En toen kreeg ik haar aan de telefoon en ze zei van, ja, ik was degene die boeken vertaald had. Oh. Maar ze was heel fideel. Ze zei van, weet je, maak gewoon de proefvertaling. Als die oké is, dan wat is fideel? Heel aardig. Heel aardig, ja, heel, ja. Heel, ja. Nou ja, dat is, want het doet me gelijk denken aan het boek van de levensmissie. Dat mogen duidelijk zijn dat dit jouw missie is geworden. Yes. Wat is jouw levensthema? Ik heb diverse levensthema's. Okay. He, maar een van de thema's is inderdaad spiritualiteit hier brengen. En op zodanige manier dat het eenvoudig is en dat het praktisch is. Want als spiritualiteit, zeg maar, abstract blijft en ergens duizend weet, mm-hmm. dan heb je er helemaal niks aan. Nee. Dus ik probeer in al die boeken ook het gelijk op de grond te zetten. Dus dat is een stuk van mijn thema. En vergeving is ook een heel groot thema in mijn leven. Ja, ja, ja. Dat heb je natuurlijk ook... Doelt die misschien ook op? Nee. Het was een open vraag. Ik wist ook niet wat het antwoord was. Nee, ik ben met name benieuwd omdat je natuurlijk ook... Hè, als je zelf dat aan het lezen bent, dan denk je ook... Oké, wat is mijn levensthema? Ja, wat is jouw levensthema? Nou, ik voel wel heel erg, want jij hebt het op een gegeven moment over zeg maar de twee uitersten en daartussen het overstijgend middelpunt. Ja, de dynamieken. Hè? Ja. Ja, en ik voelde wel heel erg, dat is echt wat ik in de laatste weken, waarbij jij ook regelmatig ter sprake kwam, heel erg voel van, oh ja, hè, omdat ik zelf, hè, wat is ook weer jouw ding? Je pijn is je goudmijn. Mm-hmm. Dus ik ben zelf heel slecht, of ik begin daar beter in te worden, ik ben ermee bezig, laat ik nou niet zeggen dat ik heel slecht ben, maar... Verbinding met mezelf is mm-hmm. wel een soort thema. Dus vanuit daar snap ik ineens heel goed waarom ik bij de radio ben gegaan. En snap ik eigenlijk ook wel waarom ik dit dan weer ben gaan doen. Maar ik vroeg me wel af wat dan het overstijgend middelpunt is tussen wel verbinding en geen verbinding. Als het ergens daartussen zit. Ja, dat is een goeie. Ja, ja, ik weet niet of jij het antwoord weet. Maar... Nou, ik ben er niet voor omdat ik het antwoord geef. Ik ben er voor dat jij er zelf antwoord... achter komen, ja. Maar dat het wel gaat over verbinding of geen verbinding. Dus wat zou daar overstijgend kunnen zijn? Ja. Als je die vraag gewoon stelt. Ja. Je bent in contact of uit contact. Je bent in verbinding of uit verbinding. Verbinding met jezelf. Verbinding met het grote geheel. Ja. Verbinding met de kosmos. Verbinding met anderen. Ja. Of je bent eruit. Ja, dat zijn de twee uitersten. Dat zijn de uitersten. Ja. Waar gaat het dan over? Ja, dat voelt wel heel erg als het centrum. Ja. Waar gaat het dan over? Ja, toch, maar dan blijf ik toch hangen in verbinding. Wat juist? Eén stapje na verbinding is eenheid. Ja, ja, precies. Daarom denk ik wel zo. Precies. Ja. Je had hem al, dus daarom kon ik hem ook verklappen. Ja, maar... oké. In feite kun je zien van dit is dualiteit. Ja. En het gaat uiteindelijk naar non-dualiteit. Het overstijgt dat. Ja. En dat is waar het hele leven uiteindelijk over gaat. Dat we onze dualiteit overstijgen. Ach man, ik hoop niet dat we voor luisteraars te diep gaan. Maakt mij niet uit. Want we gaan gelijk door naar iets. Nou ja, door jou heb ik het nog het meest een beetje begrepen. Maar non-dualisme, als ik eerlijk ben, Willem, vond ik het altijd... Moi. Je hebt Patrick Kik hier ook gehad. Nou ja, ik ben bij Patrick Kikker geweest. Ik heb hem nog niet durven uitnodigen. Okay. Omdat ik gewoon dacht, ik moet er gewoon nog wat verder in zijn over dit onderwerp. Het boek van het zelf kan je daar ook in helpen. Het boek van het zelf, oké, die had ik nog niet. Die heb je mij net gegeven. Okay. Die gaat daar ook over. Oké, nou ja, ik heb er ook wel iets van geleerd in... Oh, want de thema's komen in hetzelfde terug. En tuurlijk. In het, jouw boek van het scheppen, toen voelde ik al wel een beetje... Oké, datgene wat we niet meer willen zien, dromen we nu buiten ons. Onze innerlijke tweestrijd wordt zo groot als een wereld waarin alles twee is. Zo binnen, zo buiten. We denken nu lichamen. We denken links en rechts. Twee handen, twee voeten, twee oren en een mond. We menen licht en donker, liefde en angst te zien. We menen nu te moeten kiezen tussen goed en kwaad. De eenheid is opengeklapt tot tweeheid. En versplintert zich verder tot talloosheid en complexiteit. Dit is een beetje wat je bedoelt, ja, hè? Ja, exact. Hartstikke goed citaat dat je het zo snel kunt vinden. Ja, nou, omdat ik wel dacht van, we gaan het hier over hebben hoe lastig ik het ook vind. Omdat, kijk, er kleeft iets aan. En ik weet inmiddels ook, mede door jou, dat het niet zo is. Maar er kleeft iets aan als dat het dan allemaal niet zoveel zin zou hebben. Kijk, dat is een hele goeie. Oké. Dat is hoe het ego ermee omgaat. Hmm. Het ego zegt van, ja, kijk, weet je, als je toch naar die eenheid moet, dan sla dit dan maar over. Ja. En dat werkt dus niet. Nee.
je bent hier om juist liefde te leren, zeg ik dan. Ja. En om je bewust te worden over al die dingen. En dat is in feite het doel van hier op aarde zijn. In een dualiteit, hè, waar alles schuurt. Waardoor je dus in feite sneller kunt leren doordat je een tegenpool hebt. Ja. En dan, als je dan overstijgt, dan heb je het ook ervaren. Ja, ja, ja. Zit het in je systeem, als het ware. Dus ergens, maar dit ben ik blij dat je dat zegt, ergens zeg jij ook daarmee dat het ego ook een soort tool is om dit te zien. Zo wil ik het niet helemaal zeggen. Nee? Het ego is vanuit de cursus gezien, is het idee van afgescheidenheid. Ja. Ja, maar dat heb je dan blijkbaar wel nodig om het te voelen. Nee, we hebben het nodig om hier te kunnen spelen in deze illusiewereld. Ja. Ja, maar dit wordt dit weer... Dit gaat heel ver. Dus... Nee, maar ik vind het goed. Maar dan dat ik vind het zo lastig om te bevatten. Omdat bedoel... Ja, oké, ik snap dat wat ik nu zeg echt een ego-ding is. Maar ik ben toch ik en jij bent toch jij. En we zijn hier twee... En ik ben er wel mee eens dat uiteindelijk wij in eenzelfde soort bubbel zitten. En dus, ja, dus één zijn. We zijn één, absoluut. Ja. En ondertussen, als we dat nog niet ervaren, hè, dan zitten we nog steeds in de droom van afgescheidenheid. Ja, maar ik bedoel, jij hebt toch nu een gesprek met mij? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dus dat zijn toch ergens ook twee dingen? Ja en nee. Ja. Het ligt aan vanuit welk niveau je kijkt. Ja. Als je vanuit lichamen kijkt en zit daar een lichaam, zit hier een lichaam. Ja, 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 ja. Als je vanuit geest kijkt, dan zijn we op de geestelijke niveau zijn we nu samen iets aan het scheppen. Ja, letterlijk. Ja, ja, ja. Nee, dan komen we ook weer wat we eerder met de apen benoemden. Uiteindelijk zijn we connected. Ja. Helpt dat om het zo te zien? Ja, maar kijk, het is... Nou, ik vind het wel grappig en dat is ook een beetje... Ik zal je eerlijk zeggen, een cursus in wonderen. Het boek ziet er onaangetast uit. Is ook zo. Omdat ik gewoon echt dacht, ik ga eerst van... Nou ja, ik zou bijna zeggen de meester... eventjes uitleg krijgen hoe ik dit boek in mijn leven kan... een rol kan laten geven. En ik wilde gewoon eerst even je andere boeken lezen... voordat je hier te gast was. En dit is ook niet even iets wat je snel doorheen ramt. Nee, dit is gewoon een boek dat gaat een hele leven mee. Ja, maar ik heb het daar bijvoorbeeld met een Nan over gehad. Dat is onze connectie in deze. Precies. En dat merk ik ook een beetje bij jou. En dat is dus ook wel een beetje wat de cursus... Nou ja, ik waarom is dat zo negatief over het ego? Ja. De cursus die schrijft over het ego zodanig dat wij het gaan zien. Ja. En dan zegt hij ook van we doen alsof het bestaat. Ja. Zodat je het kunt beschrijven, zodat je er afscheid van kunt nemen, het kunt doorzien. De cursus schrijft niet negatief over het ego. Hij zegt niet het ego is niet negatief of positief. Hij zegt uiteindelijk het is betekenisloos. Ja, ja, ja. En dat is net wat anders. Ja, maar dat vind ik... De betekenis die we eraan geven, doen we dus zelf. Mm-hmm. De betekenis die we onze gedachten geven, die we onze wereld geven, dat doen we zelf. En juist door dat te zien... kun je dus teruggaan naar jezelf en kun je zien... oké, ik kan in vrede zijn wat er ook maar in de wereld gebeurt. Ja. Nee, ook juist in deze tijd, zeg ik dan. Maar ik vind... je kan wel zeggen het ego bestaat niet. Maar ja, we hebben het hierover. In deze droom, hè, we gaan dus vanuit dat dit een droom is... Ja. Hebben we een ego, dat klopt. Ja. En daar spelen we mee. Ja. Ja. En ik vind dat... En ik snap ook heel goed wat je zegt, hoor. Het is allemaal een beetje definitie geneuzel misschien, maar... Ik denk dan, ik kan er gewoon wel steeds meer om lachen. Dat is het beste wat je met het ego kunt doen. Oké, ja. Maar dan heb je hem dus eerst te zien. Ja, nee, precies. Als je hem ziet, dan denk je, oh god. Gaat hij weer. Ja. Maar ik vind dat wel, ik bedoel, ik ben er ook wel dankbaar voor. Ik denk niet heel erg, oh nee, ego, ik mag geen ego hebben of zo. Of dat, zit ik mee in een soort strijd, laat ik dat eerlijk zeggen. Dat zeg ik bij mezelf ook niet, ik mag geen ego hebben. Ik heb het en ik loop er tegenaan. Ja. Maar dan heb ik een middel gekregen, dankzij de cursus, om daarmee om te gaan. Door te zien van, oké, dit is mijn ego wat praat. Ja. En ik kan zien, dit gaat me niks brengen. Dit is niet zinvol. Het is, als ik een aanval op een ander heb, krijg ik zelf ook pijn. Ja, exact. En als ik dat dus zie, dan weet ik van, oké, ik kan stoppen met een ander beschuldigen. Want ik heb er zelf ook last van. He, gewoon heel, heel bazaal. Ja, ja, ja. Nou, dat alleen al, dat inzicht kan ervoor zorgen dat je stopt met oordelen. Omdat je ziet, elk oordeel is in feite iets wat mij pijn doet. Ja. Ja, dat is een van de lessen in de cursus ook. Dit vind ik zo helder en praktisch. Ja, dat is mooi, ja. Dus door het ego in beeld te krijgen, kun je dit soort dingen doen. Dan kun je als het ware een stap terugzetten. Ja. En dat ego even laten spelen. Oké, maar ik ga niet met je meespelen. Ik dans niet mee vandaag. Nee, exact.
En heb je nog een, nog, bedoel je, je zegt bekijk je ego. Heb je nog andere tools hoe je je ego kan uitzetten of in ieder geval bewuster van zijn? Het is vooral monitoren. Ja. Voortdurend waakzaam zijn en wat hij te vertellen heeft. En zeg maar, daar doorheen kijken. Ja, ja, ja. En zien dat het in feite, nou, wat de cursus dan om betekenisloos is. Dus je kunt heel serieus gaan kijken. Oh, het ego, het geeft allemaal dingen. En ik moet dat in geloven en ik moet erin mee. Vaak blijf je dan in cirkeltjes ronddraaien. Ja. Dat zul je ook herkennen. Dat je, ja, 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 zeker. Ja, en de manier waarop je uit een cirkel stapt, is door het ego te doorzien en een andere daad te stellen. Dus zeggen, ik ga niet in die cirkel mee. Ik stap er nu uit. Gewoon letterlijk. Ja. Maar humor, als je om het ego kunt lachen, ja, dan kan die gewoon eigenlijk niet meer bestaan. Nee. Dat ego ongelooflijk serieus genomen worden. Maar daarom, en ik snap hoe je dat zegt nogmaals, ik hou erover op, maar als jij dan weer zegt net betekenisloos, denk ik, nou ja, het zegt dus wel iets. Ik bedoel, niet dat je er van naar moet leven, maar het feit dat je, nou ja, bepaalde gevoelens hebt, dat betekent wel dat je er iets mee moet. Ja, dat zijn signalen, dat zijn boodschappen. Dat bedoel ik te zeggen. Ja. Dus dan vind ik het niet helemaal betekenisloos, dat bedoel ik te zeggen. Nee, maar het is in feite, laten we dan zeggen, neutraal. Ja. En alles wat je erop legt, dat komt van jou. Maar ik heb helpt het beter? Ja, ja, het helpt beter. Het helpt beter. Maar ik vind het wel, eens even kijken. Ja, op een gegeven moment heb jij het erover dat als je iets schept, dat is eigenlijk of je schept iets vanuit liefde, of je schept iets vanuit ego. Ja. En ja, het kan niet alle twee. Maar ik vind dat lastig, omdat ik, nou ja, neem nou bijvoorbeeld deze podcast. Ja. Dat is, dat durf ik te zeggen, vanuit mijn eigen de intentie is echt oprecht. Ja. En daar gaat het al over. Het gaat over de intentie. Ja. Maar ja. Dan krijg je lof, dan krijg je mailtjes van mensen die zeggen, ja, oh, ik heb er zo van gehad. Een heel mooi voorbeeld. Ja, en dan begin ik gelijk, denk ik, oh, dat vind ik leuk. Maar oh, shit, ego, dan ineens begin ik te twijfelen. Oh, shit, is dit koekeroe, is dit wel goed? Nou, maar het gaat er om je oorspronkelijke intentie. Ja. En de intentie waarmee je iets doet, komt altijd naar je terug. Dus in dit geval komt jouw oorspronkelijke intentie terug in de mails en de dankbaarheid die je van andere mensen oogst. Ja. En dat mag je gewoon aanvaarden. Ja. Je hoeft dan niet te gaan zeggen, behalve als het ego er een heel groot verhaal van gaat maken, van kijk mij eens wat ik allemaal aan het doen ben. Mm. Dan zit je in de speciaalheidkant van het ego. Maar als je gewoon die dankbaarheid gewoon ontvangt. Ja. Het is maar ook een geschenk aan de ander om de dankbaarheid te ontvangen. Ja, nee, ja, precies. Nou ja, dat vroeg ik me af. Want ik bedoel, nou ja, dat zie ik in de reacties die ik krijg op het moment dat ik zeg dat ik jou te gast heb. Hoe ga je daar zelf mee om? Is dat voor jou ook nog een strijd? Want het is wel, ja, voor mij is Willem Glaudemans een fenomeen. Jij zal helemaal veel mensen hebben die dankzij jouw boeken en inzichten en je vertaling van een cursus in wonderen, nou ja, echt bijna knielend op de grond gaan. Nou, dat alsjeblieft niet. Nee, nee. Als ze dat gaan doen, dan zeg ik alsjeblieft niet. Ja. Ik moet even denken aan Bill Tedford, degene die zeg maar naast het ontstaan van de cursus heeft gestaan met Helen Schuckman. En die heeft dat dus ook aan zijn fiets hangen. Okay, ja. En hij zegt hier, ze had heel veel humor, die man. En hij zegt, als ze dat deden, dan ging ik roken en dan zei ik 5 keer shit. Ja, ja, gewoon even helemaal. Daar hou ik van. Ja, 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 begrijp ik ook dus wel. Ja. Dat geldt voor mij ook op een bepaalde manier ook. Dat ik gewoon, ik wil daar niet in. Ik wil niet die goeroe zijn of nee, zo. Dan zeg ik altijd, ja, goeroe in het eerste lettergreep houdt het ego zich al verborgen. Als je G-O-E, ego vermaakt, dan heb mooi, je... Mooi, mooi, mooi. Dus dat wil ik helemaal niet. Nee. En ik wil juist benaderbaar zijn voor iedereen. Maar toch, ja, niks menselijks is jou vreemd. Dus want je zal toch ook momenten hebben dat je toch even een prettig gevoel krijgt nadat iemand... Ja, dat mag ook. Je mag ook gewoon die dankbaarheid, wat ik net al zei, die dankbaarheid mag je oogsten. Maar je gaat er niet mee aan de haal. Nee. Ja, als ik er mee aan de haal zou zijn, zou ik zeggen, nou kijk eens, wat geweldig. En ik hou het allemaal bij hoeveel ik heb gehad of zo, weet ik veel. Ja, dat is wel weer gelijk de helder uit. Ja, dat is het ego wat er mee aan de haal gaat. Ja, ja. En natuurlijk, het helpt je ook om te zien, ik doe mijn missie. Hè? Want ik krijg positieve reacties erop. En dat is in ieder geval niet dat je die bevestiging nodig hebt, maar het is wel fijn om te zien van ik loop mijn pad en het heeft enig effect op andere mensen. Ja. Maar het is zo'n dunne lijn, weet je. Zeker bijvoorbeeld als ik denk aan social media, dan ga ik echt posten van ik heb die te gast, dit en dit. En ergens denk ik, oh ja, dit is dus heel erg kijk mij nou. Dat kan, ja.
Ja, maar dan nog steeds zo is kun je het niet kijken, bedoeld, maar ja. Met welke intentie ja, doe je het? Precies. Ja, precies. Ja. Is het de intentie van ik wil het bekendmaken? Ja. Dat die of die in de podcast komt? Hmm. Of is het van ik wil gewoon even belangrijk zijn? Nee, dat nou, is waar. Dan heb je hem. Ja. Ja. Het gaat altijd terug naar intentie. Ja. Maar dan ga ik gewoon naar heel erg vroeger toe. En ik weet hoe het inmiddels zit hoor. Want intentie wel gevolgd door actie ook. Omdat ik namelijk ook wel vroeger heel erg... Hè, toen ik hier met dit soort dingen niet bezig was... maar heel erg voor mezelf, het ego dan... zeg maar de intentie al goed praten. Zo van nou, ik weet dat ik het goed bedoel. Hè, dus ja dat is al genoeg. Ja, dat kan het ego zeker doen, ja. Ja. Die kan daar weer een laag overheen leggen. Dus alleen intentie... En waakzaamheid, zeg ik dan. Ja. Dus kijk naar je ego, ook als die met de intentie aan de haal gaat. Dat kan die, natuurlijk kan die dat. Ja. En natuurlijk met intentie heb je nog wat meer nodig voordat het gemanifesteerd is. Hè? Dat is die wet van creatie. En daarin kun je al zien van als een intentie zuiver is, dan zal de schepping ook zuiver zijn. Ja. En dat is een hele mooie wetmatigheid om van daaruit te leven. Dat vind ik echt een mooie. En goed ook dat je nog even zegt. De wet van aantrekkingskracht is een veelbesproken wet ook hier. Jij hebt hem net even iets gefine-tuned. De wet van uitstraling en aantrekking. En nou ja, dat gaat hier een beetje... dat is een beetje waar we het hier nu over hebben. Ja, precies. Kijk, dus ga niet een sportwagen wensen. Ja, tenzij je daar echt van plan bent heel veel mensen mee te helpen. Bijvoorbeeld. Maar, kijk, ik zeg, het universum laat zich niet foppen. Dus als jij met iets denkt van... oh, nu wil ik een kasteel of zo, een landgoed, tralala. Hè? En als jouw intentie is dat is om een rijkdom te laten zien... dan gaat het niet werken. Nee. Het zou kunnen zijn dat je een landgoed nodig hebt... om daar bijvoorbeeld een spiritueel centrum te stichten... of iets anders te doen. Ja. Of asielzoekers op te varen, ik noem maar iets. En dan heb je meer kans dat er iets gebeurt... omdat jouw intentie zuiver is. En dan heb je kans dat er dus dingen naar je toe komen. Ja. En dan creëer je dus eigenlijk vanuit die intentie... en dan krijg je vanzelf eigenlijk een soort medescheppers... die naar je toe komen en die mee gaan helpen. Ja, ik moet zeggen, Christine van Cosmic Lives, en noemde jou ook nog, die heeft daar wel echt mooie dingen over gezet, waardoor je ook met de intentie meer gaat mediteren. En je gewoon wel heel erg voelt, dat lees ik ook in jouw boeken terug, dat het wel echt niet alleen goed voor jezelf moet zijn, maar gewoon goed voor, voor iedereen. Voor iedereen. Dus en het moet dus zuiver zijn. Ja. En het moet van binnenuit kloppen. Je kunt niet gaan zeggen, nou, ik wens iets en ik doe alsof ik dit van binnen ook heb en dat ga ik nu lopen uitstralen. Je kan jezelf natuurlijk ook niet fucken. Niemand kun je fucken of foppen, dat gaat niet werken. Nee. Wat ik dan wel weer... Maar goed, dat is weer een ego-dingetje. Laat ik niet te veel mee doorgaan. Je bent welkom, hoor. Nee, maar ik vind dat is gewoon natuurlijk ook een beetje mijn strijd. Of ja, nogmaals, ik kan er gelukkig in ieder geval wel een beetje aanschouwen ook meer. Maar ik vond jou best wel kritisch over doorzettingsvermogen. Terwijl, ja, ook als we het hebben over ontwikkeling van fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel... gewoon het ontwikkelen van jezelf. Ja, een beetje... Ja. Klein zweepje is toch ook wel goed. ik heb dat doorzettingsvermogen denk ik gebruikt in de context dat je opzij moet gaan met je eigen plannen. Ja. Vroeger leerden wij als er een hefboom op de weg was, doorgaan. Ja, zo. En dat werkt niet als je die signalen niet verstaat. Als je gaat zien van hier moet ik dus blijkbaar niet zijn, want er is een hefboom op de weg. Dan kan ik beter even stil worden en kijken wat is dan wel de bedoeling. En dan ergens anders naartoe gaan. Vroeger leerden wij huppakee dwars door al die dingen heen, al die grenzen en huppakee dwars doorheen. En dat gaat niet werken, want dan ben je niet open voor iets groters... wat misschien iets anders met jou van plan is. En daar gaat het eigenlijk over. Dus dat je kunt creëren, maar zet je eigen plannen tegelijkertijd opzij. Ja, en laat ook gewoon de tijd zeg maar zijn werk doen. Ja, en iets groters zijn werk doen. Jij zei al dat vergeving ook een belangrijk thema is in jouw leven. Jouw vader heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ja. Nou ja, wat wil je daarover zeggen? Dan mijn vader is in feite nu, zoals ik hem nu zie... niet toen ik 18 was, maar nu wel... mijn grootste leermeester in vergeving. Ja. Omdat hij mij gepest heeft. En echt vanaf heel jong tot ik het huis uitging, zeg maar. En dat was voor mij iets van... ja, ik kan nooit tegen hem op. Ik kan alleen maar boos zijn. Ik haatte hem in die tijd. En toen kreeg hij een ongeluk. En toen dacht ik, nou, misschien is het maar goed als je doodgaat. Ja, hij werd van zijn fiets geschept. Hij werd van zijn fiets geschept door een auto en... Hij viel met zijn hoofd eerst op de motorkap en toen op de asfalt. Bam. Maar goed, ik neem toch aan dat je op dat moment ook wel echt dacht, oh mijn vader. Ja, natuurlijk. Ja, dus dat was ook een soort allebei. Verschillende emoties door elkaar. Ja. Ja.
Maar ook daarna, ik heb dat vergevingsstuk met hem gedaan. Daar ben ik heel dieper gegaan om dat los te maken en schoon te maken. Wat heb je daarna, kon je daarna nog met hem connecten? Of was hij zo geraakt? Hij had daarna, toen hij uit het ongeluk kwam en anderhalve maand coma, kwam hij al uit als een kind van 3. Oké. Dus je kon niet meer met hem praten. Nee. Maar het grappige was, in feite was hij eerst was heel hard en autoritair. En toen was hij heel zacht en had hij zijn emoties ineens. Wauw. Wat we voor die tijd nooit gezien hadden. Maar wist hij nog wel wie je was en zo? Jawel, dat wist hij zeker. Oké. Okay. Ja, 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 maar hij kon niet meer echt communiceren. Nee. Hij las de krant ondersteboven, weet je wel. Oh. Maar hij kon ook niet meer pesten in ieder geval. Dat deed hij ook niet meer, want hij had daarin ook een soort ervaring meegemaakt. Je zou kunnen zeggen, dat is een kleine bijna doodervaring. Heeft hij één keer iets over gezegd tegen mijn moeder. Wat zij met mij heeft verteld. Dat hij even zeg maar, bij de poorten van de dood geweest is en teruggekomen is. En toen zag van dat hij mij altijd gepest had en dat hij daar eigenlijk spijt van had. Oh, wauw. Maar dat had ik in feite, dat hoorde ik pas later. Ik was al met dat vergevingsstuk begonnen. Ja. En dat helpt natuurlijk zeker wel als je dat hoort. Maar tegelijkertijd gaat de vergeving niet over de ander die iets zegt. Het gaat over jou die zeg maar, de dingen van binnen schoonmaakt. En dat heb ik daar ook in geleerd. En ik merkte dat vergeven klaar was toen ik een boek van Franz Kafka las over zijn vader. Brief aan mijn vader. En daar herkende ik allerlei dingen van mijn vader in. Maar er trilde niks meer mee van binnen. Dus toen wist ik, oké, feitelijk kan ik er gewoon naast gaan liggen. En zeggen van ja, herken ik allemaal. Mm-hmm. Maar het verhaal was gestopt. Het was weg. Ja. En toen wist ik, het is nu klaar. Ik heb hem echt vergeven. Mooi. En dat is, was hij toen nog levend? Nee, toen was hij al dood. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, even hard gezegd, dat had misschien dus ook allemaal niet zo heel veel uitgemaakt, omdat hij al niet meer je vader was zoals... Hij was in feite mijn kind geworden. Ja, de rol draaide om. Ik stond naast mijn moeder om voor hem te zorgen. Ja, ja, ja. Dus dat was een totale omslag. Ja, is wat ik al zei, het bewustzijn van een kind van 3. Maar heeft één keer, dat hoor je ook wel van Alzheimer-patiënten, dat ze eventjes weer er zijn. Ja. Dat was bij hem ook. Of als hij ging Alzheimer, wat gewoon heel veel epilepsie in zijn hoofd gehad. Ja, ja, ja. Hij heeft één keer ging hij weer rechtop zitten. Hij keek mijn moeder aan. Ze hebben een uur lang over alles kunnen praten. Echt tot in de diepte. En toen... Weer in die andere staat. Wauw. Ja. Dat is bijzonder. Ja, vergeving. Jij hebt daar echt... Ik ben heel erg... Ik hou onwijs van taal. Dus ik vind het fantastisch hoe jij daar dingen mee kan doen. En dat heb je ook met de subtitel van het boek van vergeving. Een gids van wond naar wonder. De overtreffende trap van wond is dus wonder. Ja, je zei het net al, de kern eigenlijk, dat vergeving vooral bij jezelf ligt. En dat er eigenlijk geen schuld bestaat. Dat klopt. Maar dat is natuurlijk wel dat moeilijk. Dat vindt het ego niet... die kan daar niks mee. Nee. Maar goed, als we klein beginnen, hè, ja. Waar vergeven over gaat. Wat we meestal doen is, daar is iemand die iets fouts gedaan heeft in onze ogen. Dus die moet eigenlijk eerst veranderen of boete doen. Ja. En dan kunnen we misschien gaan vergeven. Dat is de manier waarop het ego dan naar kijkt. Dus die blijft altijd met die ander bezig. Ja. Ook van, als ik nou maar begreep waarom hij dat zo gedaan had. Bijvoorbeeld als ik mijn vader nou maar begreep, dan... ik weet dat hij ook gepest is in zijn jeugd. Maar dat maakt niks uit. Dat maakt helemaal niks uit. Want je gaat nog steeds met die ander en je gaat niet naar binnen. Nee. Plus het feit, je kan het verleden niet veranderen. Nee. Nee, daarom zeg ik wel, vergeven is het loslaten van alle hoop op een beter verleden. Ja. Want je kunt eindeloos blijven denken van, ik hoop dat er iets nog... En dat kan niet. Dus het is in feite accepteren dat het verleden precies was wat het is geweest en niet iets anders. Ja. En dat is ook een lastige. En dan haal je in feite de schuld die je bij de ander ziet, haal je terug. Het zijn projecties van jou. Het zijn projecties van jouw pijn, van jouw verwachtingen die teleurgesteld zijn. Dus als je die kunt terughalen, dan kun je de ander eigenlijk ook weer na enig proces in zijn onschuld zien. Nou precies, want dat is dan uiteindelijk waar je dus helemaal naartoe moet. Dat zelfs hoe heftig de daad ook geweest is, dat je helemaal voelt dat diegene dat ook niet fout bedoeld heeft. Dat het een... toch een soort roep naar liefde is geweest. Ben je met die ander bezig? Ja, dan ben je zelfs dat moet je... Ja, maar ja. Ja. Dan gaan we dus kijken of we de motieven van de ander kunnen raden. Dat weten we eigenlijk niet. Ik kan ook niet raden wat de motieven van mijn vader waren. Nee. Ik kan alleen zien dat hij, zeg maar... Ja, een soort behoefte had om dat steeds te doen. Maar waarom? I don't know. Nee. En dat hoef ik ook niet te weten om hem toch te kunnen vergeven. Want in het andere geval blijf ik bezig om te zoeken van wat zijn bewegingen. Ja, je zegt dat heeft niet eens... Nee, nee.
Maar dat is eindeloos. Nee, plus het feit, dat is een soort bekende paradox, dat als je heel erg bezig bent met loslaten, dan ga je het natuurlijk zeker niet loslaten. Dan ben je het aan het vasthouden. Ja. Ja. Maar ja, ja, ja. Daarom is het vergeven, is een, hè, dat beschrijf ik in het boek ook, is een van de twee manieren is loslaten. Maar dat gaat dus dat je onderkent wat je verwachtingen zijn geweest over die ander. En die kun je alleen maar in positieve termen formuleren uiteraard. Ja. En dan gaan zien, maar dat was niet zo. Ik had liever gehad dat, nou ja, mijn vader had mij gepest. Dus ik had liever gehad dat mijn vader vriendelijk voor mij was geweest. En dan zeg ik, maar dat was niet zo. Dus ik laat nu die verwachting over hem los. Ja. En ik adem uit. En zo doe je dat met al die aspecten die je, waar je tegenaan loopt. En dat is wat het schoonmaakt. Nou ja, er zijn, jij zegt dat er zijn twee manieren. Dat is, ja. Of eigenlijk vier, als je ook vergeving naar jezelf toe... precies, twee, ja. En dan heb je dus eentje. Nou, dat is een beetje volgens een stappenplan waar, zoals je het net omschrijft. Ja. Dus heel erg accepteren, je kan het niet veranderen. En, en dus die stappen zetten van, ik had liever gehad dat jij, maar dat was niet zo. Nee. En dan is er een, ja, dat is wel een soort, ja, bijna nou ja, wonder. Dan voelt alsof het niet bestaat. Maar, nou ja, hoe kan je die andere uitleggen? Ik laat het lekker bij jou. Die heb ik uiteindelijk in het boek Overgave genoemd. Overgave, ja, dat is een mooie. Ja. En die is eigenlijk ontstaan doordat ik was een groep aan het geven. En in de pauze kwam iemand naar me toe. En ze zei van, ik heb, dus mijn zwager is net overleden, een dag of twee geleden. En hij wordt dinsdag aanstaande begraven, dat was een zaterdag. Ik kan eigenlijk niet naar zijn begrafenis toe, want ik haat hem. Wat hij met mijn zus en met de kinderen gedaan heeft, ik vind het zo verschrikkelijk. Ik kan gewoon niet naartoe, help. Nou, we hadden 10 minuten in de pauze. Dus toen zei ik, oké, je hoeft het verhaal niet te vertellen wat er allemaal gebeurd is. Maar geef dit geheel, sluit je ogen en geef dit geheel wat we dan vanuit de cursus noemen de Heilige Geest. Dus je kunt zeggen de liefdesbron. Ja. Nou, ze deed haar ogen dicht. En ik wist dat de Heilige Geest, want ze was ook met de cursus bezig, dus die taal verstond ze. Ja, ja, ja. Dat was mooi meegenomen. Ze deed de ogen dicht, ze zat 5 minuten. Ze deed de ogen open en ze zei, het is weg. Ik zeg, wat? Je hebt dit 20 jaar. En zegt ze, het is weg. En dat het weg was, bewees ze daarna. Ze ging zowel naar de begrafenis toe, op die dinsdag, als toen ik dus daarna voor mijn boek vroeg, kun je dat nog eens opschrijven? Zei ze, ik weet werkelijk niet wat ik tegen hem had. Nee. Van, dus dat verhaal is echt verdampt. Ja. Op deze snelle manier. Ja. Nou, toen dacht ik, oké, als dit dus ook zo werkt, dan hebben we dus een tweede manier. En uiteindelijk vond ik hem ook terug in de cursus. Maar een manier om te zeggen, oké, ik kijk die dingen van het ego aan. Hè, alles wat ik dus pijn heb geleden aan die ander. Al mijn oordelen, al mijn schuldprojecties enzovoort. En ik geef het nu aan het licht vanuit het hele simpele idee dat duisternis niet kan bestaan waar licht is. Nee. En dan verdwijnt het dus. Ja. En dat noemen wij wegschijnen. Dat is een term uit de cursus. Dan schijnt het licht eenvoudig dat andere weg. En maakt alles ongedaan erin. En dan heb je dus een bijna directe ervaring van vrede en van bevrijding. Over nou, dit onderwerp. Over dit onderwerp. Ja, ja, ja. En dat vond ik zelf ook even wonderlijk hoor. Nee, maar ik voel wel wat je zegt. Als je daarmee een connectie maakt met... Nou ja, het kan niet meer bestaan in het licht. Dat is zo, dat... Nee, zo is het. Ja, ja, ja. Maar jij hebt gewoon wel het stappenplan gedaan, zeg maar. Jij was er wel even druk mee met je ego en je met vader. Mijn vader was ik... toen had ik die tweede ook nog niet, hè? Nee, precies. Precies. Dan, dat gaat wel over dit vergeving ook. En dat vind ik een mooie... maar die voor mij, die mij echt wel raakte... Dat bestaansrecht, iets waar ieder mens toch wel mee bezig is of zo. Of ben ik goed genoeg? En dat bestaansrecht echt van je ziel komt en niet van een ander. Ja. Ja. Hoe kan je dat beter voelen? Door de signalen van je ziel te zien. De ziel is, zou je kunnen zeggen, is je innerlijke leiding ook. Die laat je eigenlijk heel precies zien waar het een ja is en waar het een nee is. En als je dat steeds meer volgt, dan krijg je een totaal ander leven. Dus ook wel ook een beetje je intuïtie volgen? Is dat ja, intuïtie, zo kun je het ook noemen. Je intuïtie, je hoge zelf, je innerlijke leiding, geef het een naam. Die namen maken helemaal niet uit. Nee. Je hebt allemaal zo'n kompas van binnen. Ja. Ik noem het kompas voor de waarheid. Je weet wat klopt en wat niet klopt. Je weet wat zuiver is en wat niet zuiver is. Dat weet je gewoon. En je weet ook wanneer je dingen doet die niet zuiver zijn. Je ego kan er nog een verhaal overheen maken, maar daaronder weet je het. Dus dat is in feite de stem die van je ziel of van je hoger zelf, net hoe je het zeggen wil, die jou kan leiden, mits je ernaar gaat luisteren.
En hoe meer je naar luistert, hoe meer vertrouwen je ontwikkelt in die stem. Ook dat kan je trainen dus. Dat train je. De cursus is daar gewoon een trainingsmanual voor om dat te doen. Precies. De cursus noemt dat dan de Heilige Geest, maar je kunt het ook je innerlijke leiding noemen. Dat maakt helemaal niet uit. Oké. Weer een extra reden om de cursus te gaan doen. Nou, sowieso hoor. Ik twijfel niet aan. En de cursus doen, dat is een commitment. Wat je aangaat met jezelf. Hij zegt, het is een verplichte cursus. Ja, ergens op een bepaald niveau is het een verplichting aan je ziel van jezelf. Ja, niet een uiterlijke verplichting, maar een innerlijke verplichting. Ja. Nee, want anders voelt het weer bijna... Dat maakt het ego ervan. Ja, dan moet ik nog aan die verplichting voldoen ook. Weet je? Maar als we het hebben over... ook wel intuïtie, ziel... dan vind ik het soms... Ja, waar liefde is, kan geen angst zijn. Maar ergens is toch juist... En dit is misschien heel erg projectie vanuit mezelf hoor, maar is... Misschien is het dat dan ook. Je hart openen. Ja. Hè? Dus de liefde delen met iemand. Ja. Dat is fijn, dat geeft kracht en energie. Maar daar zit, ik vind angst is misschien een groot woord. Maar daar zit wel toch een soort bang om geraakt te zijn. We moeten dan heel duidelijk maken wat we onder liefde verstaan. Oké. Heel veel dingen die wij liefde noemen zijn in feite niet helemaal liefde. Mm. Die komen eigenlijk ook van het ego af. Okay. Die de speciale liefde maakt. Hè? Jij bent mijn nummer één en als jij nou dit doet, dan doe ik dat. Dan hebben we samen een contract en dan wordt het leuk en gezellig. En de cursus heeft het over speciale relaties. Dus je zegt, we kijken naar binnen en we zien een gemis. En dan zoeken we iets of iemand buiten ons die dat moet gaan aanvullen. En als die ander nou ook een gemis heeft dat ik toevallig kan aanvullen, joepie. Zoals veel relaties. Liefdesrelaties. Ja. En daar zitten we vaak in dat spel. Hè? In dat spel van wat we dan liefde noemen, maar wat eigenlijk gewoon een soort ego-verhaal is. En verliefdheid, hè, dat is ook een soort weg zijn bij ons diepere zelf vaak. Mm-hmm. Terwijl echte liefde brengt ons juist bij onszelf. En een relatie zorgt ervoor dat we al die dingen die in de weg staan, omhoog komen. Hè? Een relatie is de beste manier om je onverwerkte shit omhoog te krijgen. Ja. En dan kun je ermee aan de slag. En dan kom je uiteindelijk bij wat de cursus een heilige relatie noemt. En die vertrekt vanuit een totaal ander uitgangspunt. Namelijk, je weet dat je compleet bent. En ik zie die ander evenzeer als compleet. Ja. En dan krijg je dus een relatie van compleetheid ontmoet compleetheid. Of liefde ontmoet liefde. En dan wordt het iets heel anders. Ja, wat Jan Geurts een spirituele liefde noemt. Bijvoorbeeld, ja. Maar hoe zit het bij jou als ik vragen mag? Want ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat ik niet de enige ben die in een, laat ik zeggen, wat ordinaire liefdesrelatie, dat daar toch angst een rol speelt. Ja, is dat dan niks waard? Is het dan niet oké? Natuurlijk mag je bang zijn. Je mag bang zijn dat je verlaten wordt of dat je gebonden wordt of zo. Dat heb ik ook gehad in bepaalde relaties. En uiteindelijk doorzie je dat. Ja. Ik heb nu een relatie met een Canadese vriendin die eigenlijk al gelijk op een ander niveau startte. Okay. En we hebben allebei dus onze relaties gehad. En dat betekent dus dat je op een gegeven moment, gewoon die speciale relatie is gewoon niet interessant meer. Nee. Er zit gewoon niks interessants meer in. Niks afhankelijks. Nee, niks afhankelijks. Nee. Je ontmoet gewoon van ziel tot ziel en dat is fantastisch. En het is ook gelijkertijd een stuk extra wat je in je leven krijgt. Ik had geen relatie nodig en zij ook niet. Nee. En we kwamen bij elkaar en het was er. Ja. En dat is dus voor mij ook een nieuwe ervaring. Ik heb alle soorten relaties gehad. Mm. Ik ben ook 17 jaar getrouwd geweest met Carla. Is nog steeds een hartstikke goede vriendin van mij. We hebben 3 fantastische kinderen meegekregen. En daar hebben we ook ons vergevingswerk gedaan. We zijn dus op een goede manier uit elkaar gegaan. Ja. Zodat de kinderen ook niet hoefden te kiezen. Dat het gewoon dat het nog steeds klopt. Voor hun ook. We doen dingen samen enzovoort. En dat vind ik eigenlijk niet alleen fijn, maar ook voor de kinderen fantastisch. Dat ze dus niet in een soort loyaliteitsconflict terecht zijn gekomen. Nee, dat is absoluut mooi, ja. Maar nu met je huidige relatie, zal je toch... op zijn minst is er dan... misschien is angst niet het woord, maar toch... bang zijn dat iemand iets overkomt, of... Kijk, omdat ze in Canada zitten, hè? Ze zeggen heel veel mensen, een lange afstandsrelatie, hoe doe je dat dan? Mis je elkaar dan niet? Je zal een moeilijke tijd hebben deze tijd in ieder geval. Ja, maar we missen elkaar dus niet. Nee. Omdat dat dus gewoon niet in het... in de opmaak van onze relatie zit, om zo te zeggen. Nee. We zijn niet vanuit de kant van gemis gekomen, maar vanuit de kant van volheid. En dus al zitten we dan op 9000 kilometer afstand,
Je hebt tegenwoordig natuurlijk fantastische middelen om beeld te bellen. Ja. Dus dat doen we minstens 1 keer per week. Ja. Dus we houden elkaar wat dat betreft natuurlijk heel goed contact erin. En wat er in haar leven, wat in mijn leven gebeurt. Maar we komen niet vanuit gemis. Dat is niet onze... Ja. En dan is het echt 1 en 1 is 3. Ja, ja. Absoluut. Ja, ja, ja. En iedereen kan dus zo'n relatie hebben. Heb je op dit moment een relatie? Ja. En als je die zo zou beschrijven... Nee, die hebben beter dan ooit. Beter dan ooit. Als het gaat om afhankelijkheid en dus onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid, ja. Nee, maar het is beter als het beter dan ooit afhankelijk. Nee, okay. Nee, zeker niet. Maar ja, nou ja, ik ben daar wel een groentje in, laat ik het zo zeggen. Maar ik merk wel dat op het moment dat niet je dat ook weer groentje, uit... Dan een het weer. Groeier. Een groeier, dat is mooier, ja. 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 Iedereen is aan het groeien, iedereen leert door relaties. Ja, ja, exact, omdat het een soort spiegel is ook. Uiteraard. Ja, ja, ja. Je komt er al je onbewuste ego-stukken kom je in een relatie tegen. Ja. Maar hoe, even los van het feit dat het nu technisch gezien onmogelijk is... daar lees ik weinig over in je boeken, is misschien ook... weet ik niet of dat een... maar ik het is een terugkerend thema ook in deze gesprekken. Hoe sta jij ten opzichte van seks? Positief, dank je wel. Ja. Nee, dat begrijp ik. Maar... Kijk, vanuit de cursus hè, zegt hij, het lichaam is in feite neutraal, maar het kan gebruikt worden als instrument om liefde tot uitdrukking te brengen. Ja. En zo zie ik seks ook. Dat je gewoon met je lichaam kun je liefde tot uitdrukking brengen. Ja, maar goed, hier gaan we. Want dit is precies waar het voor mij ook vaak in mijn hoofd knelt. Tegelijkertijd is het lichaam ook eigenlijk een verlengstuk van het ego. Ja. Dus daar... Maar dus... kijk... Dan eventjes een stukje metafysica van de cursus. Ja. Hè, dus even de filosofie. Ja. Het ego heeft het lichaam als afscheidingstool gezien. En de cursus zegt, alles wat het ego gemaakt heeft... kan de Heilige Geest herinterpreteren naar iets anders. Nou, de herinterpretatie van het lichaam is, wat ik net al zei... het is in feite neutraal, maar het kan gebruikt worden als instrument... om liefde tot uitdrukking te brengen. Ja, ja, ja. Op die manier dus. Op die manier. Ja. Maar hoe kijk jij ernaar? Dat zijn we nu ook aan het doen. Ja, nee, precies. Dat voel ik eens. Maar hoe kijk je daarnaar de rol die het nu heeft in de wereld? Want, nou ja, zonder daarin heel een soort prediker te worden. Verwarring maar... in. Ja, exact. Nee, ik zie al de verwarring tussen wat liefde en seks is. Dan ja. Al twee verschillende dingen. Ja. En dat wordt ook vaak verward met elkaar. Ja, als er dus seks... Ja, dan moet er ook liefde zijn. En dan moet er ook een relatie komen. Ja. Dat zijn eigenlijk drie verschillende dingen. Ja. Je hebt eerst, hè, dan zie je een mooi persoon en zeg je, oh geweldig. Dus esthetica en erotica wordt ook al danig verward. Mm-hmm. En dan moet het ook nog een keertje, hè, de verwarring tussen erotiek en seks en seks en liefde. Dat zijn allemaal verwarringen. Ja. En het ego loopt het hele rijtje in één keer af. Exact allemaal, ja, 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 ja. Dus wat je dus doet in een relatie is gaan zien van waar je zit en waar het ego erin zit. En waar uiteindelijk de echte en ware liefde ontstaat. Mm-hmm. En maar, dat weet je ook altijd. Ergens weet je het ook wel, maar toch stel ik de vraag. Is dan zeg maar de hunkering naar toch echt het lichamelijk contact, is dat dan per definitie een ego-ding? Dat is helemaal niet slecht. Nee, absoluut dat zeg niet. Ik niet, maar het is er wel. Het is er wel. Het kan er zijn. En ik hou ook van knuffelen. Ja. Hè? Tuurlijk. Ja. En, ja, dat, die drive... Maar het moet niet het motief zijn waarop je met iemand een relatie aan wil Nee, dat begrijp ik. Maar ik bedoel, je kan toch... Dat vind ik het moeilijke aan, ten opzichte van mezelf... en ook ten opzichte van wat ik zie, wat seks voor een rol speelt in deze wereld. Ja, veel te groot. Ja. Maar ik snap het wel, omdat het zo'n oerinstinct is... wat je dan toch maar gaat volgen. En ergens denk ik ook, ja, dat is goed en het heeft iets moois... en het gaat over liefde, dus te gek. Alleen het kan ook een... Ja. Het is een van de speelvelden van het ego, naast macht en geld. Dat bedoel ik. Ja. Naast macht en geld is seks een van de speelvelden. Ja. Het ego van alles kan doen. Ja. Afscheiding teweeg kan brengen. Ja, ik wil nu, maar jij wil niet. Hè? Nou, ruzie, tralala. Hè, dus dat is een speelveld van het ego. Het is een speeltje. Hè, waar het ego echt afscheiding teweeg kan brengen... tussen twee mensen of tussen grotere groepen. Dus ook daar weer, kijk daarnaar. En kijk wat je uiteindelijk onderliggende motieven zijn. Wat is je echte intentie? En dan kun je liefde kun je ook echt voelen. Ik bedoel, het is een kracht, het is een energie die door je heen gaat. En dat weet je ook heel goed. Daar is dus geen twijfel over. Nee, nee. Nee, dat herken je ook. Absoluut. Dat. En dan weet je, nu, hè, dit klopt. En als het dan degene tegenover je dat ook op hetzelfde moment voelt... dan heb je een hele diepe verbinding. Ja. En dat kan uitgedrukt worden in deze wereld door middel van een lichaam. Ja. Maar het gaat om die verbinding. Ja.
Het gaat om die energie van liefde die door je heen gaat. Dat hart dat open gaat. Die energie die eruit voelt komen. En dat raakt die ander. En dan komt er nog iets groters. Die energie wordt alleen maar hoger. Hè, toen ik vorig jaar kwam met mijn vriendin. Die kwam uit Canada. Ze bleef 7 weken hier. En het moment dat we elkaar ontmoeten. Ging echt zo de lucht in bij wijze van spreken. Ja. En dat is, dus, dat is een ongelooflijke ervaring. En dan weet je, hier gaat het over. Dit is waar het over gaat. Ja, mooi. Dat is ook, dat ben ik dan met je eens. Daar is geen twijfel over. Oké, er zijn al wat boeken genoemd. Maar laten we even toch eventjes naar de boeken gaan. Nou, de cursus hebben we het uitgebreid over gehad. De cursus in wonderen. Nou ja, ik wil er straks... Of... Nou ja, hoe moet ik gewoon... Of moet, is het best om gewoon te beginnen bij de eerste les? Oké. En gewoon je niks aan te trekken van het feit dat het ego dit een hele rare les vindt. Niets in deze kamer betekent iets. Nee. Dan denk je wel, hoezo? Dat betekent toch wel wat? Een mooie lamp daar. En dat, ja. Dus dat gewoon te gaan doen. En dan te gaan zien op een gegeven moment dat wat het boekje met je doet, is je bewust te maken van al je associaties en beelden die je op de wereld hebt geprojecteerd. Hmm. Ik ging namelijk, dat leek me gewoon leuk, maar het is goed om te weten dat het boek niet werkt. Ik heb hem vanochtend voor het eerst echt opengeslagen. Gefeliciteerd. Ja, maar ik dacht gewoon, ik kijk waar die open slaat. En ik vond het gelijk wel, goede les, moet ik eerlijk zeggen. Maar het was wel midden in het boek dus. Maar, Kijk, het bouwt zich op. Hè? Ja, oké. Dus er zit een didactische structuur onder. En dat is behulpzaam om die gewoon te volgen. Ja. En je kunt natuurlijk een boek als een orakel gebruiken en het ergens opengooien. En dat zeg je altijd wat, waar je hem ook opengooit. Als je met iets zit en je gooit hem open, uiteraard krijg je een antwoord. Nee, oké, zo is het ook. Maar het gaan doen, dat is het beste wat je jezelf kunt geven. Ja. En dat gaat dus ervoor zorgen dat je steeds bewuster wordt van je ego. Je kunt het overstijgen, je kunt het loslaten. En je krijgt dus steeds meer vrede en steeds meer liefde in je leven. Mm-hmm. En dat ga je merken aan alles. Mooi, hè? En dat is, ja, ik ken geen ander boek wat dit zo precies met ons doet. Ja. Nou, wat ik er mooi aan vind, want ik dacht al wel de voorbereiding. Ik heb de ingangen tot een cursus in wonderen van jou al wel gelezen. En toen dacht ik ook van, oh ja, wauw, fantastisch hoe het juist soms bewust, zeg maar, moeilijk omschreven is. Met ontkenningen of dubbele ontkenningen. Ja. Waardoor je kan denken, nou, had het even wat makkelijker opgeschreven. Maar dat is juist om je het echt te laten leren, te laten voelen. Ja, en om kijk, in feite ontstaat een soort kortsluiting. Ja. Hè? Je denkgeest, als je een dubbele ontkenning in de zin, dan denk je, nou, de strepen tegen elkaar weg. Maar dat is het niet. De ontkenning van de waarheid is wat anders dan bevestigde waarheid. Ja. Ontkende ontkenning betekent, ik zeg nee tegen de ontkenning van de waarheid is het ego. En de waarheid bevestigen is wat anders. Dus daarom moesten wij als vertalers... Deze ging even heel snel, hoor. Maar, ik als vertalers moesten wij ook die dubbele ontkenning in de zin laten staan. Exact. En niet gewoon wegstrepen. Nee. Omdat je dan dat didactische middel kwijt bent. Ja. Denk jij nog, ik weet niet of je daarmee bezig bent. Jij bent ook best wel, hebt daar mensen voor die ook ervoor zorgen dat Willem Glaudemans online ook wat is. Hè? Met Instagram, met YouTube. Chris, Zit je wel eens te denken, daar zat ik zelf al een beetje over na te denken. Hoe een cursus in wonderen, nou ja, moet dat per se lezen zijn, denk je? Moet het per se wat? Lezen zijn. Lezen? Nee, ja. Je moet het doen. Ja, je moet het doen. Nee, maar ik bedoel te zeggen, zou er een soort video-variant van kunnen zijn? Oh, 365 filmpjes? Of, dat is er ook allemaal. Het is er allemaal wel. Er zijn gesproken, ingesproken elke les. Je kunt het horen, je kunt het gewoon op je oortjes zetten. Dat kan allemaal. Het, voor mij werkt lezen het best, want dan ben ik in mijn eigen sfeer. Ja, dat voel ik ook wel, dat je dan... En dan kun je ook kijken van, kijk, als je gaat luisteren, dan... Mensen doen dat soms in de auto. Dat lijkt me een beetje gevaarlijk. Als je, dan zegt de cursus, mediteer nu hierop. Ja. Dus met andere woorden, voor mij werkt lezen heel goed. Ja. Ik ben ook een lezer. Ik heb heel veel boeken. Ja. Daar ben ik alsmaar mee bezig. Dus lees je nog steeds veel? Ik lees nog steeds veel, elke dag. Ja. Mm. Ik ben gestopt met tv kijken. Dus dat... Ja, nou, dan kunnen we ook elkaar de hand schudden. Heel goed. Ja. Nee, dus de cursus doen, dat is echt een groot geschenk aan jezelf. Ja. Oké, tot zover dit boek. Yes. Wat bijna geen boek is, maar een leefstijl. Het is een spirituele gids. Ja. Dan de andere boeken. Ik heb er nog eentje meegebracht die over de cursus gaat. Okay. Never Forget to Love. Het gaat over, dus een biografie over Bill Thetford. Die dus naast best wel veel boeken over de cursus. Hè, er zijn heel veel boeken over de cursus. Ja. En dit heb ik dus recent gelezen en ik vond het dus fantastisch. Omdat hij dus laat zien dat hij...
uiteindelijk tot verlichting gekomen is. En dat wordt heel mooi beschreven. Hij had dus ook echt die vergevingsissues, ook naar Helen toe. Ja. En Judy Scutts, een van de andere vier die met het ontstaan van de cursus bij de uitgever betrokken is geweest. Hij was bij haar en ze zou 's avonds een feest geven ter ere van hem. En ze hoorde op een gegeven moment in de kamer, ze zat in de keuken, ze hoorde in de kamer iemand dansen. Dat was Bill, die stond te dansen. I'm free, I'm flexible. Leuk. En toen zei ze, wat is er aan? Ja, ze zei, ik ben alles kwijt, het is los. Het is helemaal los, ik ben helemaal vrij. En het was Independence Day, 4 juli. Ja. Nou, en wat er toen gebeurde was dat zij ging vragen van, heb je die vergeven? Heb je die vergeven? Voor iedereen had hij een fantastisch goed antwoord. En dat net die nog gebeld. Of ze zei, oké, dan zal ik je de moeilijkste vragen. Helen. Want ze hadden een hele zware en moeizame relatie. En Helen, even voor de duidelijkheid. Helen is degene die de cursus genoteerd Precies, heeft gekregen. Ja. Ja, Helen Schuckman. Jij zegt genoteerd heeft gekregen van bovenaf. Van boven, gechanneld, ja, hoe je dat ja, ook noemt. Gechanneld, hoe je het ook noemen wil. Ja. Bij volle bewustzijn overigens. Ja. En dus zij had het opgeschreven en hij was degene die het uittikte. Ja. Ze hebben dus 7 jaar lang dat elke dag gedaan. Onvoorstelbaar. Fantastisch, ja. Voor ons om dit geschenk te geven. Maar goed, hij had dus ook een moeizame relatie met haar. He, toen hij naar de westkust verhuisde naar Californië en zij in New York bleef, eiste ze van hem dat hij haar elke dag om 12 uur zou bellen. Terwijl dat tijdstechnisch gezien niet echt... Tijdstechnisch was lastig en hij deed dat netjes. Hij heeft dat iets van 10 jaar lang volgehouden. Ja. Maar het was wel een vergevingsstuk gaande. Dus toen Judy dat aan hem vroeg, van heb je Helen vergeven? Zei hij, ja, want ik heb net echt van haar gedroomd dat ik haar zag in haar ware wezen als een hoge priesteres. En daarmee was het voor hem duidelijk dat het klaar was. Nou, wat gebeurde er? Judy moest nog wat boodschappen doen. En hij zei van, nou, ik ga vast lopen. En als je me daar ziet, dan anders ga je maar eerder naar huis. Ja, wat gebeurde er? Zij pakte de auto uit de garage en ze reed. En ze zag er iemand op de grond liggen met een paramedische figuur ernaast. Het was Bill en hij was al dood. Dus meteen nadat hij dus die totale verlichting had ervaren, was hij eruit. Hij was klaar. En dit boek dan? Of dit gaat over Dit hem? Boek gaat over hem. Dat is niet een autobiografie, het is nee, een biografie. Okay. Ja, ja. Dus dit is iemand die al heel veel mensen in zijn omgeving heeft geïnterviewd en gevraagd en dit vertelde. Mm. En ze allemaal zeggen ze, onafhankelijk van elkaar, het is zijn aanwezigheid. Hij kon gewoon stil ergens aanwezig zijn en totaal genezend werken voor de hele omgeving. Ja, maar de echte verlichten, wat dat dan ook mogen zijn. Wat het ook mogen zijn. Dat heeft hij dus maar een paar uur meegemaakt. Nou ja, hij is op een ander niveau weggegaan, zeg maar. Dat maakt niet uit of het een paar uur of een paar dagen. Wat is verlichting? Verlichting is totaal het afleggen van het ego. Dat je er totaal doorheen bent. Ja. En alleen nog maar in liefde bent, in liefde ziet. Ja. En dat is een proces. Hè, bij hem ook. En daarom vind ik het zo behulpzaam en ook zo troostrijk dat hij het ook... heeft ook moeizaam geworsteld en dat gedaan. Terwijl hij een van degenen is geweest die de cursus doorgekregen heeft. Precies, notabene. Ja. Ja, ja. Dus daarom vind ik het ook zo mooi om dat mee te nemen, om te laten zien van kijk, ook hij heeft al die worstelingen gehad met het ego, heeft ook alles moeten doen. Ja. Maar hij is wel uiteindelijk bevrijd. Never forget to love. Dat is ook een goeie. Dat is een goeie, hè? Ja, hij had ook ontzettend veel humor. Ja, precies. Ontzettend veel humor. Ja. Oké, okay, dat is wat betreft toch weer een cursus in wonderen. Ja, dan heb ik nog 1 boekje, gaat ook over de cursus. Natuurlijk. Ik heb er nog een paar andere. Ja. Dat is Eigenlijk is het leven simpel. Dat hebben we met 12 jongeren gemaakt. Die allemaal hun verhaal vertellen over hoe ze de cursus ontdekt hebben. Okay. Maar vooral wat de cursus in hun leven doet. Oh, wauw. En dat is echt fantastisch. Het is, ja, het gaat over relaties, het gaat over werk, het gaat over verslavingen, het gaat over alle thema's die iedereen tegenkomt. Dat ga ik je ook gewoon geven. Ja, ik wil het ook met liefde aanschaffen. Oh, wat goed zeg. Dat is echt heel mooi. De meeste ken ik allemaal. We werken ook met elkaar. En wat ik fantastisch vind aan jonge mensen, en daarom ben ik ook daar echt helemaal in vuur en vlam voor om daar iets mee te doen, dat ze het zo snel pakken. Het hoeft niet meer door 100 lagen oude shit heen. Hè? Dus dat is toch ook wel weer waar we het over hadden, de groei het van de mens. Opgetrild worden, absoluut. Ja, 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 dat merk ik zeker aan hen. Hmm. En zelfs ook een paar voorbeelden van where your shit is your gold. Hè? Je pijn is je goudmijn. Yeah. Ja, een van degenen, dus Remco, die heeft allebei zijn ouders verloren. Hè? Toen hij in het begin 20 was. En hij is nu jonger dan rouwcoach. Dus hij heeft wat hij ervaren heeft en verwerkt heeft, dat kan hij nu brengen. Yeah. En kan die anderen weer mee helpen. Nou, daar zit het vol van.
Oh, dus daarom is dit zo'n mooi boekje. En dan dacht ik, dat vind ik wel leuk om te laten zien. Ja. Omdat het gewoon ook weer over jonge mensen gaat. Eigenlijk is het leven simpel. Ja, dat is meestal wat we aan het eind van zo'n avond tegen elkaar zeggen. Weet je, het is eigenlijk wel simpel, weet je wel. We hebben moeilijke dingen met het ego gehad en dan moeten we erom lachen. En dan zeggen, eigenlijk is het gewoon heel simpel. Ja, maar dan komt het, en dat klinkt helemaal misschien nu een beetje leeg, maar toch is dat het wel. Dat dan kom je gewoon heel erg op een soort alles is liefde conclusie. Uiteindelijk wel. Ja. Ja. En als je met die blik kunt kijken, dan is het ook simpel. Ja. Dan kijk je er doorheen. Heb jij zelf ervaringen met bepaalde plantenmedicijnen en zo? Je bedoelt met drugs of zo? Nou ja, als je het drugs wil noemen. Ik weet dat een hoop plantenmedicijnen, ik vind het een mooie eufemistische omschrijving. Nee, ja, oké. Okay, nee, maar inderdaad. Maar goed. Ik heb in mijn studententijd wel eens wiet gerookt. Ja. Nee, maar zal ongetwijfeld wel gehoord hebben van ayahuasca-achtige dingen. Ja, daar dingen. Heb ik van gehoord en dat spreekt mij niet aan. Nee. Ik heb niet het gevoel dat ik daar iets mee moet. Nee. Gisteren had ik nog een vriend bij mij thuis, die zei het ook. En die had er ook ervaring mee. En ik voel niet dat er in mij een impuls komt om daar iets mee te gaan doen. Nee. Ik denk namelijk dat je... Dat zei Nanne trouwens, met Nanne hadden we het er ook even over. Die zei even, kijk wat ayahuasca doet. Je geeft even, hup, je zit even op dat niveau. En dan ga je naar beneden. En dan moet je alles nog weer gaan integreren. Tuurlijk. En wat de cursus van mij doet, die brengt je naar dat niveau. Langzaam. En het is stabiel. Ja. Maar ergens, ik hoor wat je zegt en ik denk ook zeker niet dat het nodig is. Maar ik denk wel dat het fijn kan zijn om echt even te voelen. Ja, om even. Dat die verbindingen er zijn. Ja, en dat heel erg, hoe leeg het misschien voor sommige mensen nu ook zal klinken. Dat alles is liefdegevoel. Op het moment dat je het echt even voelt. Ja, het kan, is niet dat je daarna... Het kan zeer behulpzaam zijn. Ja, hè? Dat bedoel ik. In feite heb ik dat gehad met die ervaring met Kubler-Ross. Dat ik ook uit mezelf getild werd en totale liefde ervoor. Ja. En dat heeft iets van 3 maanden is dat zo bij me geweest. En toen moest ik weer mijn proefschrift afmaken. Toen zakte het weer een beetje weg. Ja. Ik heb het dus ook geweten en gevoeld. Ik heb mijn eigen kracht gevoeld daarin. Ja. En dat is een hele kernachtige sleutelervaring voor mij. Ja. Dat ik weet, dat is het dus. En daar hoef ik nooit meer aan te twijfelen. Nee, exact. En dan verandert je hele leven. Natuurlijk verandert je leven. En als het met ayahuasca voor iemand kan zijn... of met een bijna doodervaring voor iemand kan zijn... dat maakt niet uit. Doe dat thuis niet na, maar als het gebeurt... dan kan het wel ergens goed zijn. Don't try this at home. Nee, precies. Dan zie ik nog meer boeken liggen. Ja. Dat zijn de 3 boeken over Christina en van Christina. Ja. Dat vind ik een heel bijzonder iemand. Ja, Christina van Draaien, of dat zo heet ze eigenlijk niet, geloof ik. Zo heet ze eigenlijk niet. Ze heet Meijer, maar dat is de pseudoniem. Ja. En Von Draaien is wel heel mooi. Dat is haar moeder, haar zusje, tweelingzusje wat overleden is. En zij, met z'n drieën. En wat zij doet is ook echt met een heel duidelijke missie hier komen... om ons te helpen om dat bewustzijn op te tillen. Daar gaat haar hele werk over. Ja. Alles wat ze vertelt. Ze heeft een enorm groot bewustzijn. Ze komt vanuit weet ik veel waar vandaan... maar ze heeft een enorm groot bewustzijn, multidimensionaal. Ze kan alles zien, ze kan... Ja, door muren heen kijken, wat je maar wilt. Mm-hmm. Maar daar gaat het haar niet over. Ze kan ook op afstand iemand genezen en dat doet ze dan niet. Want ze zegt van, dat is niet mijn missie. Nee. Dus die helderheid heeft ze ook nog een keer. Ja. En ze komt hier echt om ons te helpen optillen. En ze zegt ook, in deze tijd komen er heel veel zielen naar de aarde toe... die incarneren vanuit een hoger niveau al. Die dus helpen om het hele bewustzijn omhoog te tillen. En ze zegt, iedereen kan dat tipping point zijn. Wat met die 100ste aap over hadden. Iedereen kan dat zijn. Dus iedereen heeft de persoonlijke verantwoordelijkheid... om aan de kant van de liefde te staan... en zijn eigen shit op te ruimen en zich te ontwikkelen. En als je aan de kant van de liefde staat... dan kan dat dus ineens omslaan. Ja. En dan kan het ineens mondiaal zijn. Ja. Nou, zij komt daar echt voor om het in deze tijd... een hele spannende overgangstijd... Hè, waarin die chaosfase naar een nieuwe orde gaan... Hè, om ons te helpen. Is het nog raadzaam om een bepaalde volgorde aan te houden? Ik zou gewoon van 1, 2, 3 doen. Ja, dus tweelingen uit licht geboren, verzien van het goede en bewustzijn schept vrede. Dat is deel 3. Dat is meer wat ze zelf geschreven heeft. Deze 2 zijn door haar moeder geschreven. Ja. En krijg je dus gelijk een heel stuk van haar biografie, maar ook van wat ze al weet. Ik ben zo benieuwd, Willem. Mag ik kijken waar de blaadjes tussen zitten? Oh, overal zitten aantekeningen. Ik ben ook heel erg krassen ze gek. Oh ja, zielen en zielsplannen. Zielsenergie is leven. Elke ziel heeft gewoon verschillende ervaringen opgedaan... moet wanneer ze voor een menselijk lichaam kiest... ook verschillende moeilijke taken overwinnen. Mooi. Ja, het zijn gewoon... Ik ken dit heel erg, hoor. Ik bedoel, nou, je ziet het bij de boeken die ik van jou heb. Die zitten dan ook helemaal vol. En dit gaat dan... Oh, dit gaat nog even een stukje over vergeven, toch? Ja. Daar heeft het ook heel, heel sterk over. Ja. Dus ik voel me ook zeer verwant met haar missie. Ik zie gewoon dat heel veel van de dingen...
waar ik mijn leven mee bezig ben geweest. Zij doet hetzelfde en zegt, jongens, en nu is de tijd. Ja. Hè? Dus zij zet het nog even veel scherper neer vanuit dat enorme grote bewustzijn wat zij heeft, om ons te helpen van, jongens, ontwaak alsjeblieft. Ja. Ontwaak tot wie je werkelijk bent. Nou ja, ik lees hier een stukje waar jij een briefje tussen hebt. De nieuwe kosmische energie die zich op dit moment op aarde manifesteert, geeft ieder mens de kans om zijn frequentie te verhogen en zijn bewustzijn te verruimen. Zie hoe je de lichtvolle weg kunt inslaan en merk dat je het destructieve niet meer in je kan resoneren. Ja. Mooi, man. Dus destructieve niet meer kan resoneren. In feite, als je een hogere trilling hebt, zeg maar de trilling van liefde, ja, dan kan het ego met al zijn grappen niet meer in je bestaan. Nee. En dat is de weg van iedereen, om inderdaad te zorgen dat je aan de kant van de liefde en je trillingsniveau optilt. En daar gaat al haar werk over. Dus doe mooie dingen. Doe dingen die jou voeden. Doe schoonheid is ook een manier om je trillingsgetal te verhogen. En dat bedoel je de schoonheid? Overal, in kunst, in de natuur, noem maar op. Ja, wees gewoon met mooie dingen bezig. Gewoon met mooie dingen bezig zijn. Ja. Dat doe je ook de hele dag hier, ja, toch? Ja, ja, nee, dat is mooi. Nou ja, en dat gaat een beetje door over wat Christine Beijnen van Cosmic Life hierover zei. En wat ik ook lees in jouw boek van de Universele Wetten. Dat ook als het gaat over de intenties. Mm-hmm. Vanuitgaan dat het goede intenties zijn. Dat trilt hoger. Ja. Ja. En dat brengt je omhoog. Ja. En zeker als je die intenties gaat vormgeven en gaat leven. Hè, daar is zij ook van. Ze zegt heel duidelijk van, jongens, en mensen zeggen, fijn dat jij daar bent, dan hoef ik het niet meer te doen. Hè? En ze zegt, nee, fijn dat ik er ben, maar jullie moeten het zelf doen. Hè, zij komt alleen om ons te helpen ontwaken. Hè? Ja. Ja, 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 ja. Maar we moeten het wel zelf doen. Als we toch een beetje met de moeilijke, want ik probeer altijd frequenties en zoveel mogelijk te vermijden, omdat het zo, ik begrijp het heel erg, zeker als mannetje van de radio, ik weet gewoon hoe het werkt. Trilling, hè? Ja, precies. En alle geluiden is trilling. Ja, dus. Maar zo is het. Alleen ik weet ook dat het zo abstract kan zijn voor mensen. Maar ergens, en ik vond het fascinerend, het is allemaal weer een term, maar ergens heb jij het over dat wij leven in een holografisch universum. Ja. Kan je dat een beetje uitleggen? In feite, hologram wil zeggen dat elk onderdeel het geheel bevat. Dat is gewoon letterlijk wat ze aan hologram ontdekten. Dat een hologram is een driedimensionaal beeld. Ja. En als je daar laserstralen op laat schijnen, dan komt het weer naar voorschijn. Maar als ze dat kapot knipten en ze namen een heel klein stukje ervan, dan gaat ze ook het totale beeld. Ja. Nou, dat vind ik dus uitermate fascinerend, dat het zo in elkaar zit. Ja. Dat wij dus ook zo in elkaar zitten. Ja. Dat wij allemaal een klein stukje. En wat er weer in zit. En onze geest is ook een klein stukje, wat totaal is. Ja. Je kunt zeggen, wij belichamen het totale goddelijke tegelijkertijd. Ja. Omdat we in een holografisch hologram zijn van het grote geheel. Ja. Ja, van het grote geheel. Het universum, het kosmos. Ja, gods, nee, maar dat oneindige. Het is oneindige. Ja, ja, ja. De grote schepping met een hoofdletter S. Nou ja, en daarbij, dat vind ik dan ook wel verhelderend, dat je dus, jij hebt het op een gegeven moment over een stam die alleen maar 2D zou kunnen zien, die je dus ook niet kan uitleggen wat 3D is. Nee, nee. En zo hebben wij natuurlijk ook onze beperkingen, waardoor dit altijd een beetje een stap te ver gaat. Omdat hoe kan je vatten wat je zelf niet kan bevatten? Ja, dat klopt. Maar juist in deze tijd gaat ons bewustzijn steeds verder open en kunnen het steeds beter gaan bevatten. Ja. Dus die 3D-wereld waar we in zitten, die naar 4 en naar 5 dimensie gaat, dat kunnen we op een gegeven moment steeds beter gaan bevatten. En iedereen op zijn eigen tijd, begrijp me goed. Ja. Het is niet een soort verplichting dat iedereen nu... Nee, maar het is ook geen wedstrijd. Het is ook geen wedstrijd, natuurlijk niet. Nee. En nogmaals, Christina, die komt van een heel hoog bewustzijn, die helpt ons enorm. Ja. Dat honderdste aap idee. Exact. Daar is zij een groot voorbeeld van. Is de vijfde dimensie, is dat eigenlijk, of zijn er nog meer? Er zijn er vast en zeker nog meer, maar daar heb ik geen inzicht over. Nee. Ik vind 5 op dit moment voor mij al fantastisch om te zien. Daar is totale liefde en totaal licht en totale waarheid. Ja. In mijn boek van de over het eeuwig leven heb ik wel de volgende hemelsferen beschreven, waar in feite iets vergelijkbaars gebeurt. Okay. Dat je de astrale sfeer achter je laat. En astraal is dus nog steeds, zeg maar, een vorm van beelden creëren vanuit je eigen geest. Mm-hmm. Op een gegeven moment kom je in een universeel gebied terecht waar alleen nog maar licht en alleen nog maar liefde is. Ja, ja, ja. Okay, ik wil weer even terug naar aarde. Heel goed. Hoe ziet jouw dag eruit? Dat is een ritueel aan zich binnen deze podcast. Namelijk, heb je een ochtendritueel? Mijn ochtendritueel is inderdaad de cursus doen. Dus je staat op? Ja.
Het eerste wat je doet is het boek erbij pakken? Of het eerste, ja. Ja, okay. Even die les of een stukje teruglezen. En, ja, soms doe ik hem 's avonds als het een lange les is, zodat ik hem 's ochtends kan doen. Ja. Dan heb ik meestal, deze tijd heb ik het gewoon nog steeds vrij druk. Ik krijg 2 klanten per dag. En wat zijn klanten? Mensen die ik begeleid. Ja, met de cursus of met vergeving of met het talentenspel dat ik ontwikkeld heb. Ja. Dus die 2 per dag, en dat is elke keer een sessie van ongeveer 3 uur. En dat vind ik altijd prachtig om te doen. Dat ik, daar voel ik ook, dit is ook een stuk waarvoor van mijn missie. Hier kan ik echt iemand helpen om door beperkingen van het ego heen te gaan. En zichzelf te vinden op een diepere manier. Ja. Dus daar bestaat meestal mijn dag uit om 2 van die sessies te doen. En als ik vrij heb, dan ben ik aan het schilderen. Een schilderij aan het maken. Hele mooie schilderijen zag ik. Gewoon met allemaal van die, hoe noem je dat? Hoe heet dat ook alweer? Kosmische. Ja. Supranevels en al die dingen. Ja. Waanzinnig. Ja. Waanzinnig. Ik zou bijna zeggen van dat is precies wat ik zag. Ik heb 1 keer ayahuasca gebruikt. Precies dat soort geometrische. Ja, dat zijn nonnen ook. Die zijn van die wetten, die heb ik gezien toen ik ayahuasca gebruikte. Ja, zag die structuren. Ja. Goed, ik zie ze dus blijkbaar ook. Je ziet ze, precies. Ja, ik ben nu met een zielenserie bezig. Er zijn 5 grote schilderijen van 1x1. En dat begon op een gegeven moment dat ik van binnen kon voelen of zien of zo hoe een ziel eruit zag. En als energetische figuur, zeg maar. Ja. En dat kon ik gaan schilderen. En toen kwam daarbij, hoe ziet de ziel eruit in incarnatie? Dus als die verbonden is met een lichaam. Hoe ziet die eruit uit incarnatie? Dus zonder dat lichaam nog erbij, in die andere sfeer. En hoe ziet de ziel eruit, omdat je weet dat je verschillende levens hebt gehad? Hoe ziet dat er dan uit? Dat is als het ware de informatie die de ziel weer verzamelt om opnieuw te incarneren eventueel. En hoe ziet een zielenfamilie eruit? Met wie heb je allemaal verbindingen? En nu heb ik er eentje, die is de laatste, die is nog bijna af. Ik heb gisteren nog aan geschilderd. Dat is een helemaal geel schilderij met alle kleuren geel. Waar het in feite gaat over hoe de ziel uiteindelijk terugkeert naar het goddelijke. Ja. En één woord met al die anderen. En jij krijgt dit door. Ik heb een beeld, maar het vervelend van die beelden is dat ik ze nooit kan schilderen. Nee, oké. Okay. Want die zijn veel. Ze zijn 3-dimensionaal. Ja, dus exact. Ja. En ik moet het op een plat doek zitten. En dus het wordt meer symbolisch, zeg maar. Ja. Dan wat ik, zeg maar, kan waarnemen op die manier. Ik kan waarnemen. Het is niet eens een waarneming of zo. Het is gewoon een beeld wat ik krijg of zo. Ja. Ik weet niet precies hoe ik het zeggen moet. En dan ga ik dat gewoon schilderen. En die foto, zoals ik hem maar even noem, die in je hoofd zit, die krijg je de hele tijd, is die daar? Nee, die is er in het begin en dan weet ik het. Okay. En dan weet ik ook, nou, dat ga ik nooit bereiken. Ja, en dan maak je een vertaling. Dan maak ik een vertaling en daar ga ik dan mee aan de slag. Hmm. Omdat het, en dat vind ik wel heel leuk, wat Leonardo da Vinci zei ook, wat ik in mijn geestesoog kan zien, kan ik nooit schilderen. Nee. En moest je kijken op fabelachtige techniek die had en wat hij deed. Dat is de beperking van, ja. Maar in je ochtendritueel hoor ik, ik weet niet wat ik had ingeschat, maar ik hoor niks van koud douchen, ik hoor geen beweging, ik hoor geen meditatie. Meditatie dus wel met de cursus. Ja. Beweging. Hoe leg dat eens even uit? Want dan zit ik gewoon een tijdje stil. Oké, dus je leest iets en ik gaat erop zitten. En ik doe mijn ogen dicht en ik ben er een tijdje bij. Ja, oké. En dan heb je ook allerlei andere afleidende gedachten. Nou, die ga je doorheen. Ja. Dus dat probeer ik echt elke ochtend te doen. En dat lukt de laatste tijd heel goed, omdat ik wel stevig hier met de cursus verbonden ben en echt voor mezelf het beslissing heb genomen, dit is het enige wat ik nog wil. Dit is het enige pad wat ik wil volgen en ik wil het tot het eind volgen. Ook mede geïnspireerd door Bill. Ja, dat laatste boek dat je, boek dat je noemde. Ja. Ja. Ik ben toch ook weer gefascineerd door de briefjes in jouw cursus. Zijn het, Als je wil kijken. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ja, ik weet zelfs niet meer waarom ik er een briefje tussen heb zitten. Maar dat zijn dan, of het is voor... Het touwtje zit waarschijnlijk bij de les waar ik nu mee bezig ben. Oké, maar ik ga dan even naar de briefjes. Dat is, ik denk bij les 93. Er woont licht en vreugde en vrede in mij. Ja, dat is een heel beroemde les die dan begint met, als je naar binnen kijkt, dan zie je eigenlijk eerst het tegenovergestelde. Ja. Misschien moet je de eerste alinea even voorlezen. Jij denkt dat je de woning bent van slechtheid, duisternis en zonde. Jij denkt dat als iemand de waarheid over jou kon zien, hij zou worden afgestoten en voor je terug zou deinsen als voor een giftige slang. Jij denkt dat als jou de waarheid over jou wordt geopenbaard, je met zo'n intense afschuw zou worden vervuld, dat je hals over kop de hand aan jezelf zou slaan, omdat je het onmogelijk zou zijn nog verder te leven na dit te hebben gezien. Dit zijn wel echt overtuigingen van mensen inderdaad. Ja.
En daarom begint de cursus daarmee. En juist over een les waar het gaat dat liefde, vrede en een licht in mij wonen. Ja. Dan laat hij eerst het andere zien. En dan zegt hij, maar dat is niet waar. Dat is hoe het ego ons, zeg maar, om de tuin leidt om dit te gaan geloven. Waarom zou je niet overlopen van vreugde als jou wordt verzekerd dat al het kwaad dat jij denkt te hebben gedaan nooit is gedaan? Dat al je zonden niet zijn, dat je zo zuiver en heilig bent als jij werd geschapen. En dat er licht en vreugde en vrede in jou woont. Ja, dat is jouw waarheid. Dat is wie je ten diepste bent. En dat andere zit er steeds voor. En dat is in feite de weg van de cursus, omdat het andere wat ervoor lekker, zit man. Steeds te zien. Lekker, en dan... jongen. Dit is toch top. Ja. Nou, ik hoor dus dat je het boek gaat doen nu. Ja, nee, absoluut. Nee, maar dat twijfel ik ook niet aan. Maar dit geeft spirit, jongen. Oké, volgende briefje. Ik ben echt benieuwd. Wat zijn de niveaus van onderwijs? Ah ja, nou, dat gaat eigenlijk over relaties. Oh. Hij laat zien dat weer vanuit die heilige en speciale relaties. Hij laat zien dat er dus hele kortstondige ontmoetingen kunnen zijn die ook wel een heilig moment kunnen zijn met iemand. Dat je iemand bij spreken bij de op straat ergens tegenkomt. Je hebt even een blikwisseling en je glimlacht en dan heb je het al. Dan gaat hij dus verder, zegt er zijn ook echt langdurige relaties die een heel leven meegaan. En dan heeft hij het over, iedereen heeft een uitgezochte leerpartner. In mijn geval was het mijn vader bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Waar je dus het meest vergeving van gaat leren. Ja. En dan zegt hij van, er zijn er noodzakelijkerwijs maar weinig van. Want je kunt niet 100 van die. Nee. Dus je hebt er een aantal van je leven, die gaan het hele leven mee. En dan zegt hij ook van, mocht je die les willen leren, dan kan dat dus met deze persoon om die vergevingsles te leren. Of een andere les. Of een andere les. Maar dat zijn de spiegels. Uiteindelijk gaat het uiteindelijk bij de cursus in de diepte altijd over een vorm van vergeving. Ja, vergeving is wel echt... En dan is denk ik vergeving... Ja, dat is het dus eigenlijk. Dan gaat het dus meer over vergeving naar jezelf. Uiteindelijk gaat alle vergeving over zelfvergeving. Ja. Want het zijn jouw oordelen die op de ander projecteert, die je weer terug mag halen. Ja. Het zijn jouw ideeën van slachtofferschap, van gewond zijn enzovoort. Die je gaat zien en niet meer op de ander projecteert, maar terughaalt. Want dan kun je er wat mee. Ja. Heb je nog een avondritueel of routine of iets? Lezen. Ja. Ja. Gewoon op de bank en lezen. Ja. En schrijf jij veel? Meestal schrijf ik, maar ik heb net met een boek bezig. Ja. Dat ligt even stil nu. Oh. Universele spiritualiteit. Ja. Maar hoezo ligt het stil? Het wil naar een ander niveau toe. Oké, dus dat laat je even een beetje... Dat laat ik gewoon even liggen. Ja. Okay. Ja. Ik heb het al geschreven, maar het is niet wat het moet zijn. Okay. Dat voel ik ook heel sterk. Okay. En ik werk met Koos Jansson samen, een hele goede vriend, ook cursusleraar. Die met dat boek voor mij hebben een soort commitment naar elkaar. Van dit is een soort zielenverbinding die we hebben om hiermee bezig te zijn. En we zagen dus van... ja. Het is het nog niet. Het is nog niet af. Nee, oké. Dus het mag op een hoger niveau komen. En nou ja, dus ik wacht gewoon. Ik heb wel weer ideeën, maar op dit moment... Meestal schrijf ik gewoon... Dan zet ik alle agenda dingen stop. En dan ga ik gewoon een maand ertussenuit. En dan, Want ik moet zeggen, ik wist dat je hiermee bezig was. En ik was heel erg benieuwd. Ook omdat je in het boek van de Universele Wetten... eigenlijk daar al een beetje mee eindigt. Ja. Dat... we toe moeten naar een universele spiritualiteit. Waarbij, dit vind ik even mooi... spiritualiteit is niet hetzelfde als religie... zoals wetenschap niet hetzelfde is als technologie. Sharp. Dat is gelijk helder. Maar jij voelt heel erg... en ik denk dat we dat allemaal wel voelden... dat het tijd is voor universele spiritualiteit. Ja, dat we op een andere manier gaan leven. Ja, waarbij gewoon ongeacht plaats en plek... en achtergrond en verhalen... Nee, precies. Dat doet allemaal helemaal niet toe. Nee. En universele spiritualiteit is voor mij ook weer heel praktisch. Het is niet iets zweverigs wat je zegt van oké, we gaan nu allemaal dit of dat geloven. Nee, het gaat echt over toepassen in je dagelijks bestaan. Maar het is universeel. Het zijn universele principes waar iedereen, ongeacht welke religie of welke cultuur, daar kun je mee vanuit gaan leven. En heel veel religie is het ego binnengeslopen. Allerlei aspecten en dingen die heel lastig zijn, die we echt toe kunnen schrijven aan het ego wat daartussen is gaan zitten. Absoluut, ja. Maar ik zeg wel eens, de enige religie van het ego is ons afhouden van God. Hè? Dat is de religie van het ego. Ja. Dus in allerlei religies is er daar binnen geslopen. En dit gaat juist om dat te erkennen, te zien waar dat gebeurt. Maar vooral, waar gaat universele spiritualiteit dan wel over? Hoe kun je dat toepassen in je leven? Dat je dit soort principes, waar Christian het feit ook over heeft, de cursus het over heeft, dat je die toepast in je leven. Maar noem eens dan, kan je iets noemen wat wel of niet het boek gaat halen, maar wat je tot nu toe hebt opgeschreven? Wat ik tot nu toe heb opgeschreven gaat over waarheid. Wat is werkelijke waarheid? En hoe kun je die in je leven gestalte geven? Ja.
En ik zeg ook, iedereen heeft dat waarheidskompas in zich. Ja. En dat is soms een beetje verkeerd afgesteld, of het is gecorrumpeerd of wat ook, maar je hebt het nog steeds. Ja. En daarvan uit gaan leven, ja, dat maakt echt heel veel uit. Maar dat kan wel bij hetzelfde ding, kan bij verschillende mensen toch wel een andere waarheid oprecht zijn. Dat zijn dan... Ja, maar in de diepte niet. Nee, oké. Okay. In de diepte, net als we net hadden over liefde, we weten in de diepte waar het over gaat. Je kunt het anders noemen, je kunt er andere aspecten van zien, maar in feite weet je waar het over gaat. En dat is met waarheid hetzelfde. En natuurlijk gaat het ook over medemenselijkheid. Het gaat over behulpzaamheid. Het gaat over vriendelijkheid. Gewoon hele normale dingen. Ja. Hè? Die we gewoon weer vergeten zijn. Ja. Dat het ego ertussen zit of in angst zitten. Maar nu nog steeds in deze tijd met alles wat er gaande is. Je kunt kiezen of je meegaat met alle complotten en alle andere dingen. Of dat je zegt van nee, ik blijf gewoon consequent 100% aan de kant van de liefde staan. En dat straal ik uit. En dat is waar ik mij wil ophouden en niet aan de andere kant. Nee, dat is helder. Oké, dus dat staat even in de ijskast. Nou ja, ik weet dat het ergens zo rond juli of zo... Ik had het wel. Dan, ja, het komt wel als het goed is, maar ja, ik weet met dit boek helemaal niet hoe het gaat. Het is totaal anders dan al die anderen. Ja. Die anderen wist ik meteen van, nou ja, die zijn zo klaar. En dat. Nee, oké. Okay. En deze weet ik dat niet. Die blijft gewoon zich op een andere manier aan mij... manifesteren. Nou, ik vind het een prettig vooruitzicht dat het in ieder geval wel dit jaar is. Dan weet ik zeker dat we dit jaar nog een keer kunnen afspreken. Als dat boek daar is, dan heb ik inmiddels ook je andere van de Biblos-serie gelezen. Oké, universele spiritualiteit is dat. Dat komt eraan dus. Ja, ik weet in jouw geval het antwoord, omdat je het er vaak over hebt. Nou, laat ik eerst, voordat we naar de dood gaan, eventjes de waarom-vraag stellen. Ik ben heel benieuwd hoe jij... Waarom zijn we hier op aarde? Om liefde te leren, ja. Om liefde te ontwikkelen, om liefde te brengen. En in feite ons bewustzijn te helpen groeien naar een ander niveau. Punt. Ja, nee, dat is wat het is. En hoe kijk je aan tegen de dood? Ik moet zeggen dat ik, door het boek van de eeuwig leven, heb ik me ook bezig gehouden van hoe gaat het verder. Ik heb nooit geloofd dat het met de dood zou stoppen. Nee. Ik heb altijd geloofd dat het bewustzijn doorgaat. En dat heb ik vanaf kind al, heb ik dat soort gevoel gehad. En ja, dat is nog steeds in mij. En ik ben nooit bang geweest voor de dood. En ik zie het eigenlijk als iets van dat je eigenlijk geascendeerd wordt naar een volgend niveau. En dat je dan terugkijkt op je leven. Hè, dat noemen we dan een levensschouw. Dat je alles ziet wat je in je leven gedaan hebt. Ja. Hè, je ziet dus de dingen die niet minder goed gegaan zijn. Maar dat is een leerproces. Hè, ik noem dat je leeroogst. En je hebt je lichtoogst, datgene wat je al met liefde hier gebracht hebt. En dat ga je ook weer zien en dat kun je terug ontvangen. En zowel de Bijbel als de cursus hebben het dan over dat je duizendmaal dat licht wordt vermenigvuldigd. En dat geeft jou een trilling die jou precies naar de plek brengt, aan gene zijde waar je met zielsgenoten die dezelfde niveau trillen, uiteindelijk bij elkaar komt. Ja. Okay. Dus ik zie dus dat het gewoon doorgaat. En ja. Oké, maar de trillingen komen bij elkaar. De trilling, natuurlijk. Al die niveaus hebben een andere trilling. Ja, oké. Dus we hebben hier een bepaalde trilling. En, en daarom kunnen we vaak de overleden persoon niet meer zien, omdat die een ander trillingsgetal hebben. Het grappige is dat een kat of zo, die iets hoger trilt dan wij, vaak wel dat kan zien. Vandaar dat hij af en toe schrikt en denkt, oké, zo is het eigenlijk. Oké, gaaf. En dat vond ik een mooie. Ik dacht, je gaat zeker het woord voertuig gebruiken. En want dat vond ik zelf een hele fijne vergelijking, of ja, gedachte. Dat als wij doodgaan, dat we het voertuig achterlaten. Ja. Namelijk, ja, dit jasje. Ja, hè? Precies. Maar het bewustzijn. Ja. Vanuit het idee dat als je een jas uittrekt, ben je er nog steeds. Ja. Terwijl mensen die alleen maar naar de materie kunnen kijken, die zeggen, ja, als je het jasje uitdoet, dan ben je er niet meer. Zeg, nee, als je die jas uittrekt, dan ben je er nog steeds. Dat bewustzijn gaat gewoon door. Dat groeit verder, uiteraard. Ja, uiteraard zelfs. Ja, anders zou het toch een hele rare toestand zijn. Ja, maar ja, misschien is het wel een hele rare toestand. Nou, ik geloof niet in een sadistisch universum waar Willem Frederik Hermans wel in geloten. Ja. Daar geloof ik niet in. Ik geloof in een liefdevol universum, dus dat die dingen kloppen. Ja. En toch eventjes, wat je net zegt, wordt wel even de balans opgemaakt met het huidige voertuig, zou je kunnen zeggen. Ja. Hoe wil je herinnerd worden? Dat weet ik niet. Daar ga ik niet over. Nee, begrijp ik. Maar je hebt toch wel een intentie hoe je... Ik heb alleen een intentie waaruit ik leef. Ja. Niet hoe ik herinnerd te worden. Daar ben ik gewoon niet mee bezig. Nee,
Oké, maar dan toch, oké, hoe is de intentie hoe je leeft? Met zoveel mogelijk liefde en zoveel mogelijk licht brengen je. Ja. En als dat een beetje effect heeft, nou fijn, dan zal ik dat dus ook waarschijnlijk zien. Ja. Maar daar ben ik niet mee bezig of zo. Omdat, nee. Want dan gaat het ego zich weer mee bemoeien. Nee, we gekomen hier. Die begreep je al. Die begreep je al. Nee, ik begreep hem helemaal. Maar het is wel. Nou ja, laat ik er nog één keer op dit onderwerp terugkomen. Want op een gegeven moment heb je het ook over grootheidsschroom. Ja, ja. En dat vind ik een mooie. Maar dat werkt twee kanten op. Je moet jezelf ook weer niet te klein maken. Het is die dunne balans. Het is een dunne balans, ja. Ja. Dus met onze grootheid kan het ego maar twee dingen doen. Die kan er kleinheid van maken of grootheidswaan. Ja. Het enorm groot maken of enorm klein maken. En daar precies tussenin ligt je grootheid. En dat is je missie die je leeft. Ja. En dat merk ik vaak als ik mensen begeleid over een missie met het talentenspel. Dan gaan ze op een gegeven moment, als ze die missie gaan formuleren, dan merk je dat ze een soort schroom krijgen van, oh god, maar het is wel heel groot. Als ik dit echt ga doen, oh mijn god. Hè? En dan moet ik altijd weer denken aan Elisabeth Kubler-Ross, die dan zei, hè, gelukkig heb ik niet alles van tevoren geweten, want anders had ik bedankt voor de eer. Ja, dat is precies dit. Ja. Hè, dus je ziet alleen een stuk daarvan. Je ziet je richting, maar je ziet niet alles wat je gaat doen. Gelukkig. Hè, want anders bedank je voor de eer. Dan denk je, oh mijn god, is wel te groot. Ja. Nou, die grootheidsschroom, die hebben we allemaal ergens in ons. Dat we, Nelson Mandela zei het vanuit de cursus ook, van we zijn niet bang voor onze kleinheid, maar voor onze kracht. Ja, dat is precies hetzelfde, voor onze grootheid. Daar zijn we bang voor. Yeah. Als we dat echt gaan leven, In feite is de uitnodiging juist dat wel te gaan leven. Ja. En dus dus best wel in je kracht staan. Yes. En ook weer niet te groot maken. Niet die grootheidswaan, hè, dat het ego de lucht in pompt. Nee. Oh, kijk mij eens. Maar gewoon, het is in dat hele dunne draadje waar je balanceert tussen kleinheid en grootheidswaan. Daar staan. En dat is uiteindelijk uitermate krachtig. En dat voel je ook. Je weet precies wanneer je daar staat. Ja. Dat weet je. Je weet het ook. Je weet ook wanneer je op je grootheid leeft. En dan gaan alle dingen op een bepaalde manier vanzelf. Dan gebeuren er dingen. Dan zie je gewoon dat je gewoon alle hulp krijgt die je nodig hebt. Nou ja, wat ik, dit heb ik echt nooit gezegd, maar ik wil het ook echt niet gelijk dat het zo groot voelt. Maar ik moet hier wel vaak denken aan, wat zou Jezus doen? Ja. Omdat ergens kan je denken, wat een grootheid. Maar dat is natuurlijk ook niet zoals hij dat... Nee, natuurlijk niet. Nee. Jezus zou, in feite, als hij nu zou leven, zou hij heel simpel zijn. Ja. Een eenvoudige man die liefde verspreidt. Nee, maar daarom... Kijk, maar goed, dan zijn we dus precies waarom ik die vraag aan jou stelde. En ik snap dat jij het gewoon een beetje downplayt en zegt, ja, ik doe gewoon wat mijn missie is. Maar dat is dus eigenlijk... ben jij gewoon ook een Jezus van deze tijd? Zo zou ik mezelf dus nooit noemen. Nee, absoluut niet. Precies, dat begrijp ik. Nee. Ik ben wel geïnspireerd. Ja. Hè, want de cursus is door Jezus doorgegeven. Dus ik sta in zijn gedachtegoed. Ja. En dat probeer ik hier te brengen en te leven. Ja. Dus in die zin, hij is een oudere broeder voor mij die voorop loopt op het pad. En zo beschrijft Jezus zichzelf in de cursus ook als een oudere broeder. En dat vind ik een hele mooie. Ik bedoel, hij maakt zichzelf ook niet speciaal. Nee. Zeg, we zijn allemaal hetzelfde, maar ik loop toevallig een paar stappen voor je uit en daarom kan ik je leiden. Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie om naar Jezus te kijken. Ik had een soort angst, maar ik ga er echt aan beginnen, Willem. Ik bedoel, ik was zo overtuigd, maar een cursus in wonderen is het niet te... Want ik ben gelovig opgevoed, maar ik heb er ook een soort afkeer van gekregen. Ja. Op basis van, nou ja, zoals jij dat mooi schetste net, ego dingen die dat een beetje hebben overgenomen en bepaalde regels en dingen. Dat je denkt, maar zo is het niet bedoeld. Precies. Is dat ga ik allemaal niet tegenkomen in dat boek? Je gaat je oude overtuigingen ga je uiteraard tegenkomen. Ja, okay. Opdat ze genezen kunnen worden. Ja. Hè? Daarom gebruikt hij juist ook de christelijke terminologie. Ja, ja, ja. He, om die oude dingen tegen te komen in jezelf. In je dus daar zal ik misschien even een beetje... misschien een beetje cringe. Okay, ja. Maar weet dan dat het bedoeld is om het naar boven te brengen in je bewustzijn, zodat het geheeld kan worden. Zoals de cursus zegt, de correctie moet daar plaatsvinden waar de vergissing is begaan. Ja, ja, ja. He, dus ergens hebben we vergissingen geleerd. Ook in het christendom hebben we allerlei vergissingen geleerd. En die moeten daar gecorrigeerd worden waar ze zijn ontstaan. Oh shit, wat een onwijs mooi einde. Maar ik vergeet helemaal dat we vragen hebben. Ga maar door. Ja. Even voor mij. Hoe ben je opgevoed? Christelijke? Katholiek, ja. Katholiek. Ja, ja. Ik ook, ja. Ja. Nee, en ik bedoel, ik koester daar ook een soort van warme herinnering aan. Ja. Qua de basis is natuurlijk... Ja, een beetje wie goed doet, goed ontmoet. Dat is, zeg ik het wel heel erg in de notendop. Maar ja, dat is wel... Ja, dat is precies... Dus daar geloof ik ook zeker in. En zo heb ik ook mijn leven altijd geleefd.
En ik heb best wel inspirerende verhalen uit de Bijbel gehaald. Ja, maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk toch een soort poppenkast. Met alle respect ook, hè? Ja. Ja, met alle respect, ja. Absoluut. En ik zat op een gegeven moment ook... Dat soort vragen had ik ook als 15, 16-jarige. En dan zag ik zo'n pastoor dingen vertellen. Ik dacht van, ik weet het niet. Nee. En ik moest van mijn vader moest ik mee naar de kerk. En op een gegeven moment hadden we een beetje een verlichte pastoor. En die zei toen op een gegeven moment vanaf de preekstoel... van ouders, je kunt je kinderen niet dwingen om naar de kerk te gaan. En ik stootte mijn vader aan. Hij reageerde natuurlijk niet, pas toen we thuis kwamen. En ik wist dat hij heel hiërarchisch dacht. Ja. Wat meneer pastoor zei was waar, wat de bisschop zei was nog meer waar... en de paus, dat was onfeilbaar. Zo. Dus toen zei ik tegen een paar, je hebt gehoord wat meneer pastoor zei. Dus ik ga vanaf nu niet meer mee naar de kerk. En hij kon daar niks op zeggen, want hij dacht hiërarchisch. En ik ben vanaf dat moment niet meer meegegaan. Wow. Maar daarna ben ik dus eerst een tijdje atheïst geworden. Ja, even de slinger aan de andere kant proberen. De nihilisten. Nou, daar komt bij een voorliefde voor Hermans en, okay. En Nietzsche en al die mensen meer. Ja. En dan gaat die slinger weer de andere kant op. En dan ga je op je eigen spirituele zoektocht... en kom je de dingen tegen die voor jou kloppen. Ja. In plaats van dat je ze overgeleverd krijgt. Dus ik geloof dat secularisatie een heel belangrijk iets is... waar mensen... Wat zeg je nu? Secularisatie, dat mensen dus de kerk uitgaan. Ja, oké, okay, ja. Om in feite zichzelf te vinden. Het is een soort puberteit. Ja, het is mooi. Je gaat opnieuw denken en kijken wat klopt er nou voor mij. Ja, want uiteindelijk hebben we allemaal wel behoefte aan een soort van zingeving. Tuurlijk, tuurlijk. Tuurlijk. Hmm. En of je dat nou God wil noemen of niet, dat maakt geen bal uit. Maar die zingeving of dat gevoel van mijn leven heeft een waarde. Hè? Ja. Ik breng hier Wat ik dus altijd wel heb gevoeld, ook als kind zijnde... is dat er wordt gewoon zo naar boven gekeken. Naar toch echt heel erg... Nou ja, ik heb het eerder een soort Sinterklaas genoemd. Ik wil echt niemand beledigen. Nee, maar God buiten ons. Ja. En toen dacht ik al zittende daar in de kerk... Jongens, het gaat om dit alles hier samen. Ja, natuurlijk. Dat, ja. En wij zijn allemaal een deel van die goddelijkheid. Dat holografische idee. He, dus... Je hebt het hier te doen. Je hebt het hier te brengen. Ja. En je kunt zeggen, ja, daar zit het. Maar ja, we wijzen altijd nog naar boven omdat het handig is of zo. Maar het zit hier. Het zit vooral in je hart en in je bewustzijn. Wij gaan er even uit. Dat wil zeggen, ik moet gewoon even plassen. Maar we zijn zo terug. Oké. Ja, we zijn weer terug. Misschien is dit het tweede gedeelte. Dat weet ik even nog niet hoe ik dat ga doen. Maar we zitten gewoon lekker lang te praten, Willem. En het valt me nog mee, want ik wist al van tevoren met al jouw... kennis en wijsheid, nou ja, dat is gewoon een hoop te bespreken. En ik merk ook, jij vindt het ook fijn. Althans, heerlijk. Wat een leven heb jij. Ja, ik heb een ontzettend... Ik ben heel gelukkig. Ja. Dat zei ik toen straks al. Ja, fantastisch. Ik doe de mooiste dingen. Ja. Veel vragen zijn er binnengekomen. En ik heb er een paar soms samengevoegd. Dus als je vraag er niet bij zat, dan is dat meer omdat die op een andere manier wel gesteld wordt. Veel bedankjes ook van mensen. Laat ik beginnen met een vraag van Dek88RD. Decorate, is dat een soort grap? Nou ja, goed. Hoe is je proces rondom vergeving verlopen? En hoe denk je terug aan betreffende situaties? We hebben het hier even kort over gehad. Maar ja, de vraag komt nog een keer. In feite heb ik het eigenlijk al verteld met mijn vader sowieso. Hoe dat proces gegaan is. Dat je vanuit je boosheid en je haat en je slachtofferschap... uiteindelijk de omslag maakt naar... waar je hem kunt vergeven en weer kunt zien wie die werkelijk is. Heb je veel last gehad van wat jij zelf ook beschrijft... de excuses om niet te vergeven? Ik ken ze allemaal, ja. Ja, nee, maar dat is wel echt... In de zin van dat je begrijpt, je probeert het te ontlopen. Ja. Hè? Ik zeg altijd, we zijn pijnvermijdende beestjes... dus op een of andere manier willen we dat niet. Want je denkt namelijk dat als je gaat vergeven... dat je je pijn allemaal tegenkomt. Voor een deel is dat zo. Maar je komt je pijn alleen maar nog maar tegen om hem los te laten. Ja. Nou, het is voor mensen... Gaat niet om herbeleven. Ik denk dat sommige mensen ook oprecht bang zijn om het kwijt te raken... omdat het bijna een soort stuk van hunzelf is geworden. Ja, dat zo voelt dat. Het is een soort identiteit geworden. Ja. Hè? Ja. Met name met mensen die in slachtofferschap zitten. Dat is een identiteit. En het is lastig om daar weer uit te komen. Om te gaan zien dat je in feite juist aan degene... die je als de boosdoener in je leven beschouwt... dat je daar je hele hebben en houden hebt overgegeven. Je bent in feite afhankelijk en zit te wachten... tot die ander een keertje zegt van... ach ja, excuus. Nee, precies. Ik doe even een paar excuses om niet te vergeven. Dit is mooi namelijk en is ook wel herkenbaar. Ik hoef niet te vergeven, want ik had zelf ook schuld aan de zaak. Ik kan niet vergeven, want ik houd ook van haar. Ik kan pas vergeven als hij of zij spijt betuigt en excuses aanbiedt. Ja, dat is een hele klassieker. Ja, die is classic natuurlijk inderdaad. Ik vergeef pas als zij belooft het nooit meer te doen. Een beetje in de lijn ervan. Als ik vergeef, dan doet hij het weer. Haat houdt me waakzaam. Ja.
Ik kan pas vergeven als ik begrijp waarom zij dit heeft gedaan. Dit is onvergeeflijk, want dit is zo groot. Ik kan pas vergeven als het ook echt zo voelt. Ik heb al zo vaak mijn pijn herbeleefd en mijn woede geuit. Ik hoef niet meer te vergeven. Ja, dat is dus de misverstand. Dat je dus door te vergeven al die emoties nog een keer moet oprakelen. Hè? Ja, of zelfs, en dit is er wel eentje die heel vals is. In de zin van dat je ook denkt van ja, ik hoef diegene niet te vergeven, want ik heb medelijden met hem of ja, haar. Ja, dan ga je erboven staan. Ja. Dus ik denk dat is een hele tricky one. De cursus noemt dat zelfs forgiveness to destroy. Dus vergeving om te vernietigen, want je gaat erboven staan. Het heeft niks meer met vergeven te maken. Je zegt, ik ben zo goed dat ik jou vergeef, maar jij blijft natuurlijk wel die ellendige zondaar. Je blijft schuldig. Ja. Het feit alleen al dat ik jou moet vergeven, bewijst dat jij schuldig bent. Nou, dan hang je erboven en heeft niks met vergeven te maken. Nee, ik kan zo even doorgaan. Deze wil ik nog even zeggen. Ik wil geen relatie met diegene, dus ik hoef ook niet meer te vergeven. Ja. Ja, was het maar zo. Of nou, was het maar zo. Nee, maar zo je hebt al niet die relatie. Ja, en juist die relatie nodigt uit tot te vergeven. Ja. Jim van de Jacht heeft een vraag. Wat raad je aan voor een beginner op het spirituele pad? Er is zoveel te kiezen. Ja. Dat vind ik een moeilijke vraag. Ja, het is een grote vraag. Er is zoveel. Ja, er is zoveel. Ja, ja. En dan denk ik toch van, waar gaat je interesse het eerst naartoe? Nou ja, we hebben het hier met betrekking tot jou niet echt over gehad in zoverre. We hebben het wel gehad over het moment in 1985, maar toen was je toch al daar op die cursus. Ja. Dus, ja. Dus wat zijn jouw eerste stappen geweest? Mijn eerste stap is geweest dat ik eigenlijk twee dingen. Ik voelde dat we in mijn leven dat het niet lekker liep, dat het niet klopte. Okay. Ik twijfelde enorm aan mezelf. Ik dacht van, hoe dan wel? Ja. Ja, dat is meestal een impuls. Een ontevredenheid is altijd een goede. Altijd een goede om te gaan bewegen. Ja. En toen las ik dus een interview met Elisabeth Kubler-Ross in het dagblad De Tijd. Oh, en daar stond heel klein onder het adres van haar stichting. Nou, daar heb ik een kaartje naartoe gestuurd. En toen hoorde ik dat er dus die workshop was. Ja, ja, ja. En toen kreeg ik dus echt een soort hand in mijn rug die zei, daar ga je naartoe. En dat was echt totaal duidelijk van, het was niet uit mij afkomstig. Het was gewoon, je gaat daar naartoe. En nou ja, de rest is geschiedenis. Daar hebben we een omslag meegemaakt die ik net vertelde. Maar kunnen we zeggen tegen Jim of is dat te flauw van, het komt vanzelf wel iets op je pad? Dat kun je inderdaad zeggen. En wees vooral alert. Ja. Je kunt iets vragen en wat we dan meestal doen, zeggen, nou, dit is niet de goede vorm. Dus ik laat het voorbij gaan. En dan komt hij weer een keer. Ja, maar zie dan ook wat jou aangeraakt wordt. Ja. Dat is eigenlijk de beste tip die je kunt krijgen. Als je zegt van, oké, ik heb iets gevraagd. En er komt nu een antwoord. Er komt namelijk altijd een antwoord. Maar niet altijd op de manier waarop wij het verwachten. Nee. Ik zeg altijd, als jij twee wachters bij de voordeur hebt staan, dan komt de Heilige Geest of de liefde komt via de achterdeur. Ja, of via het keukenraampje of zo. Ja, ja, mooi. Dus dan moet je weer alert zijn. Oké, maar ik heb dus mijn antwoord wel gekregen. Mm-hmm. Ik heb ineens die innerlijke vrede gekregen. Waar kwam die nou vandaan? Ja. Ja. Wees daar dus alert op. En dat brengt je verder. Absoluut. En het feit dat je deze vraag stelt, Jim, ben je al het pad begonnen, absoluut. Zou ik zeggen. Gefeliciteerd. Ja, en luister alle afleveringen van Koekeroe. Nee. Pluk, die stelt de vraag, het is een beetje waar we het net over hadden met vergeving. Hoe identificeer je jezelf niet meer met je verleden en je trauma? Heb je tips om jezelf daarvan los te koppelen? Nou ja, het toverwoord is dan toch vergeving. Ja. Want je trauma's en je verleden, als je daarmee blijft worstelen en je zegt van ja, ik ben nu één keer zo, want dat heb ik toen en toen meegemaakt. En die pijn die is niet op te lossen, die heb ik altijd met me mee. Dan zit je dus in een spel van het ego. En dan zit je nog steeds in het verleden. Ja. En het verleden is niet meer hier. Dus het is heel eenvoudig eigenlijk los te laten als je je stappen zet. Als je dus ziet van wat jou nog steeds eraan vasthoudt. Dat van een afstand bekijkt dus. Ja, maar ook te zien wat het voordeel is om slachtoffer te zijn. Ja, ja, ja. Ja, dan ben ik niet zelf verantwoordelijk. Ja, dan moet je bij hun wezen. Nou, dat kan een voordeel zijn, waardoor je eraan vast blijft hangen. Dus onderzoek in jezelf wat het voordeel is om aan je verleden vast te houden. En zie dus ook dat de pijn niet de belemmering hoeft te zijn. Dat je niet die pijn hoeft her te beleven. En ik krijg echt in mijn praktijk krijg ik mensen met de meest vreselijke dingen. En die gaan er in een paar uur doorheen. Ja. En dat kan dus. Je kunt in een paar uur door je grootste trauma's heen gaan. Sonja, heb je een praktijkvoorbeeld van iemand die het talentenspel gedaan heeft bij jou? We hebben het hier niet echt over gehad eigenlijk, of het is een paar keer kort genoemd. Jij hebt op een gegeven moment een spel, een methode ontwikkeld waarbij je ziet welke rollen eigenlijk, toch? Ja, welke talenten je hebt. En welke talenten je hebt, ja. En wat die talenten uiteindelijk bij elkaar brengt om jouw missie te vervullen. Ik zeg altijd, vaak hebben mensen geen besef van wat hun missie is, maar wel wat hun talenten zijn.
En natuurlijk is er een samenhang tussen wat je missie is en wat je talenten zijn. Mm-hmm. Want anders zou je een missie krijgen en niet het talent om het hier te doen. Nee. Zo werkt die niet. Nee. Dus als je naar je talenten gaat kijken, en dat is wat het talentspel doet, die maakt in feite het onbewuste bewust. Dus je gaat zien van dit zijn mijn talenten en zo werken ze samen. Dit is wat specifieke talenten voor mij doen. Ja. Ook wat ze nodig hebben. He, dat, en de tweede, het echt ook twee spelborden en kaartjes. He, gewoon, het is echt een spel. Ja, ja, ja. Dat tweede bord dat laat zien waar het hele zaakje onderweg is en wat je missie is. Dus praktijkvoorbeelden, ja, te over zou ik zeggen. Iedereen die het doet, die gaat uiteindelijk met heel veel kennis over zichzelf naar huis. Dus over wat zijn talenten zijn, maar ook wat zijn missie is. Wat je maar heb je een leuk voorbeeld zonder privacy te schenden van iemand? Dat vind ik lastig, ja. Nee, okay. Ja, want als ik namelijk een missie van iemand zou noemen, dan... Dus iedereen heeft uiteindelijk, vindt zijn missie. En dat is vaak één kernachtige zin, waardoor je echt voelt, ah, dit is hem. Mm-hmm. En dat weten we dan allebei. Als het nog net niet is, dan is dit ook nog net niet. Ja, hij moet echt helemaal zo sharp zijn. Dat hij... Precies. Tjak, daar is hij. Mm. En dat kan van alles zijn. Eventjes een voorbeeld van de hele tijd terug. Die kan ik wel noemen. Dat was iemand die uiteindelijk erachter kwam dat ze een verkeerd beroep had. Ze was bezig om heel erg in de politiek bezig te zijn. En ze ontdekte dat bovenaan haar boom, dat is de tweede bord, daar lag een genezer. Dus ze moest haar hele leven eigenlijk omgooien naar dat stuk. En dat is dus een weg die je dan te gaan hebt. En om dus te stoppen met wat je dus alles in geïnvesteerd hebt. Ja, ja, ja. Wat niet je hoofdmissietalent is. Nee. Maar wat je wel kunt natuurlijk. Om dat dan te stoppen en je leven een omslag te laten plaatsvinden. Dat gebeurt vaak als mensen met talentspel bezig zijn, dat ze een omslag in hun leven hebben. En vaak zie ik dat mensen nog in een halletje staan, dat noem ik ook zo. Dat ze al weten, ja, dit werkt niet voor mij. Deze baan werkt niet meer. Hier moet ik in feite een deur sluiten. Maar ja, ik heb zoveel daar nog liggen. En loyaliteit naar mensen of naar een bedrijf. Dus ik kan die deur niet sluiten en dan gaat die andere deur niet echt open. Nee. En dan blijf je dus met twee handen aan de deurknop tussen twee deuren instaan. En dan kom je niet verder. Dus je moet echt die ene deur sluiten. Maar weet dan dat je alleen de deur sluit op een vorm die niet meer past. Maar je inhoud, dus je talenten en je ervaringen neem je mee. Maar ik voelde ook wel, maar dat is weer misschien een beetje de grootheidsschroom. Ik voelde ook wel, want ik ging een beetje kijken naar de zielenmissies. Je hebt daar verschillende... Het zijn grote woorden. Het zijn grote woorden, ja. Want ik dacht gelijk, ja, de bruggenbouwer, de lichtbrenger. Ik had er zelf wel dat ik dacht, ja, ik voelde er wel mee. Welke voelde je iets bij? Dat hele rijtje. Mag ik er maar één noemen? Nou, dan noem je er meerdere natuurlijk. Oh nee, oké. Nee, wat ik zeg, ik vond de bruggenbouwer en de lichtbrenger. Dat als ik nu eventjes de rest kijk. De medeschepper. Ja, die is er ook. Ja. Dat is er eentje van mij ook. Ja. Ja. Oké, tot zover het talentenspel, wat ook nog steeds dus verkrijgbaar is. En waar je, het is als spel niet verkrijgbaar. Je kunt bij iemand, een van de talentencoaches die ik heb opgeleid, daar kun je het spel doen. Oké. Roy, die gaat er gelijk op door. Hoe kan je, dat is eigenlijk de vraag. Die wil weten hoe hij zijn levensmissie, zijn werkelijke levensmissie, hoe die daarbij kan komen. Ja, ik zou zeggen, ga naar de site van het talentenspel en zoek een talentencoach uit in jouw buurt. En ga ermee de track doen. Duidelijk. Rubia Morena, hoe kijkt Willem tegen het huidige onderwijssysteem aan? Ah, dat is een hele mooie vraag. Ik zeg altijd, in het onderwijs zou eigenlijk levenslessen gegeven moeten worden. In plaats van aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen en taal. Handig, maar tegenwoordig met onze mobieltjes kun je het al veel sneller voor elkaar fietsen dan de leraar het kan vertellen. Maar levenslessen. Dan gaat het over wat zijn relaties. Inderdaad ook dingen over wat is je missie hier. Ja. Laten we daar eens over gaan beginnen. In scholen. Nou, alleen al de basis, wat voor jou een soort basis is. Namelijk dat stemmetje in je hoofd, dat ego, dat het niet is wie je bent. Nou, als ik dat toch even op school had geleerd. Ja. Bijvoorbeeld, er zijn zulke fundamentele lessen die we dienen te leren. En ook dat er een leven is na de dood, dat we dus niet bang hoeven te zijn. Maar is dat echt iets voor het huidige onderwijssysteem of zou dat eigenlijk bijna los van de feiten... Ik zou het iedereen gunnen dat het in het huidige onderwijssysteem komt. Ja, dat is waar, Ik heb ook een klein boekje Reis van de Ziel, waar ik in feite een aantal van die topics even achter elkaar zet. Waar ik van hoor dat mensen dit ook inderdaad in het onderwijs gebruiken om met kinderen dus daarmee aan de slag te gaan rond één zo'n topic. Ja.
Die heb ik als luisterboek geluisterd. Nou, kijk aan. Ja, ja, dat vond ik ook leuk, ja. Dus dat, hè, dus zorg dat je, ja, als je het onderwijs wil hervormen, daar heeft Christine trouwens ook heel veel over geschreven. Hè, kijk dan naar wat je missie is. Wat komt een kind hier doen? Hè, we hebben ook naast het volwassen talentspel ook een jong talentspel. Hè, om kinderen al te helpen om die missie te gaan richting, voeren. Ja, ja. Harry, in de cursus schrijft men over geest, heilige geest, ons goddelijke zijn. Mijn vraag is, hoe kan ik mij tijdens meditatie daarop richten? En hoe weet ik dat ik niet alsnog met mijn ego communiceer? Het antwoord is, voel je vrede of niet? Als je vrede voelt, dan weet je dat je aan de kant, hè, dat je in het winkeltje van de heilige geest hebt gekocht. Ja. En als je geen vrede voelt, dan zit je in het winkeltje van het ego. Ja, zo, maar wacht eens even. Ja, wacht eens even. Zo simpel is het dus. Ja. Oké, okay, maar er zijn toch tal van momenten. Maar misschien is dat dan precies de strijd die dan gaande is. Dat je, nou ja, dan hebben we het niet gelijk over angst als dat de tegenhanger is van vrede. Of ja, van liefde is dat in ieder geval. Maar wel een soort onrust die je natuurlijk, ja. Dus als je onrust voelt, wees dan opnieuw stil. Ja. Wees opnieuw stil en stem je opnieuw af. Ja. En luister. En dat gekwetter in het hoofd is natuurlijk... Mm-hmm. Het ego die alle afleidingen heeft. Vooral als ze met dit soort dingen bezig gaan, wordt hij alleen maar sterker. Exact. Hè? Dan moet je ook echt weten, ook als je straks de cursus gaat beginnen, wordt het eerst erger. Ja, oké. Okay. Dan denk je, nou, ik gooi die cursus weg. Maar dat is precies wat de bedoeling is. Het wordt eerst erger, omdat je het dan gaat zien. Zodat je het in bewustzijn komt en je kunt loslaten. Is dat dan antwoord op de vraag? Ik denk het wel. De vraag weer vergeten. Nou ja, hoe kan ik mij tijdens meditatie daarop richten? Ja, nee, ja, precies. Maar dus ook een beetje, want dat is het gevaar, dat zeg ik vanuit mezelf, dat op het moment hè, dat je, dat is een beetje van, hé, ik mag aan niks denken of ik ben onrustig. Ja, er staat nergens in de cursus dat je niet aan iets mag denken. Nee, precies. Er staat alleen, kijk ernaar, hè, kijk naar die gedachtes. Ja, en er staat nog welk boek raadt u me aan? Nou Harry, dat hebben we besproken. koekeroe.nl/boekenkast, daar staan de boeken die Willem genoemd heeft. Anita. Hoe kan ik het beste starten met de cursus in wonderen? En wat is de samenvatting van cursus in wonderen in 1 of 2 zinnen? Gelijk nou, eventjes naar de basis. Dat geeft de cursus zelf. Die geeft het netjes in het begin. Oh, is dat gelijk de samenvatting? Okay. Ja, die geeft de samenvatting in het begin met voorwoord. Want dat is gelijk ook dus de essentie. Dat is gelijk de essentie. Ik kan hem ook uit mijn hoofd, maar ik vind het leuk om het even voor te lezen. Ja, ja. Okay, dan zegt hij bij de inleiding, dit is een cursus in wonderen. Het is een verplichte cursus. Dat betekent dus je eigen verplichting. Alleen de tijd waarop je hem doet, staat jou vrij. En vrije wil betekent niet dat jij het leerplan kunt vaststellen. Namelijk wat je gaat leren. Nee. Wat gaat het ego bepalen? Ja. Hè? Het betekent alleen dat je kunt kiezen wat je op een gegeven moment wilt doen. Nou, dan gaat hij wat verder. Dan zegt hij, deze cursus kan daarom heel eenvoudig als dus worden samengevat. Niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God. Betekent, niets werkelijks kan bedreigd worden. Dus wat jij ten diepste bent, kan door niets bedreigd worden. Nee. En niets onwerkelijks, het ego, bestaat. Ja. En hierin ligt de vrede van God om dit onderscheid te maken en van daaruit te leven. Dat is de samenvatting van de cursus. Wil je hem nog één keer zeggen? Yes. Niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God. Ach, ik heb er nul zin in dat hele boek. Mooi. Of in de cursus. Ik vind het bijna, ik wil het geen boek noemen. Omdat nee, dat is het ook niet. Nee, dus het heeft de vorm van een boek, maar het is iets heel anders. Ja. Dan hebben we hier Stoerdie, als ik het goed lees. Hoe verhoog je vibratie het best? Nou ja, heeft u nog een stuk erbij? Of? Nou ja, en hoe doe je het best in de tijd dat je geen anderen mag ontmoeten? Ja, kijk, een ontmoeting hoeft niet fysiek te zijn. Nee. De cursus zegt ook heel letterlijk, een relatie gaat altijd door, zelfs als die in de vorm verbroken is. Dus zelfs als je je vrienden niet fysiek ontmoet, de relatie is er nog steeds. Ja, maar dat vind ik zo fijn dat je dit zegt. Ik heb het wel vaker en ik weet dat mensen daar, dat dan, nou, sommigen begrijpen het wel, maar ik heb dat heel erg met mijn zus en mijn vader, die niet meer leven. Waar ik gewoon echt dankbaar van ben, omdat ik nog steeds die relatie voel met Tuurlijk. Ze. Ja. Je kunt aan ze denken en ze zijn er. Die relatie is er nog steeds. Ja. En die kan niet door de dood verbroken worden. Die kan niet verbroken worden door het feit dat je elkaar niet meer ziet. Nee. Dus ook in deze tijd, die relaties gaan gewoon door. Ja. Natuurlijk kun je via onze mobieltjes en dat andere dingen kun je elkaar makkelijk bereiken. Ja. Maar zelfs als dat niet kan, dan nog steeds in jouw hart gaat die relatie door. Denk anders maar naar een vriend die je op de lagere school had, die je nu niet meer ziet. Als je alleen al aan hem denkt, dan is het er alweer. Dan weet je, dit is voor eeuwig. Hè? Zoals de cursus ook zegt, van liefde is voor eeuwig en kan niet verbroken worden.
Dus dat gaat altijd door. Ja. De vorm doet er dus in feite niet zoveel toe. Ik weet niet of dit al een antwoord voldoende is. Ja. Nou ja, dat is een beetje eigenlijk op vraag 2. Hoe je het beste doet in de tijd dat je geen ander mag zien. Dat is er eigenlijk geen beperking. Maar hoe verhoog je vibratie het beste? Hoe verhoog je vibratie? Nou ja, dat hebben we net even al gehad. Ook aan de hand van Christina. Hè, door de dingen te doen waar je echt blij van wordt. Waar je enthousiast van wordt. Schoonheidsbelevingen. Je missieleven. Met liefde bezig zijn. En dan bijvoorbeeld een vorm te nemen die bij jou past. Of het nou de cursus is of een ander spiritueel pad, doet er helemaal niet toe. Zoek een vorm die bij jou past. Het kan yoga zijn, het kan zen-meditatie, het kan boeddhisme zijn, whatever. Ja. Neem iets wat jij voelt, dit klopt bij mij. Ja. En ga dat doen en dat zal absoluut je trilling verhogen. Ja. En hoe meer liefde je in je leven toelaat, hoe hoger je trilling wordt. Nou, dat vond ik al wat jij eerder zei heel mooi. Gewoon wees gewoon bezig met mooie dingen. En of dat nou inderdaad het bekijken van kunst is of het doe gewoon mooie dingen. Of gewoon lekker wandelen in de natuur. Dat kan of, ook, ja. Ja, precies. Erik heeft wat moeite met het onderwerp liefde volgens de cursus. Liefde naar je partner toe. Volgens de cursus is er maar één soort liefde. Ja. En nou ja. Er is maar één soort liefde, zegt de cursus. Hè? En wij denken dat er een liefde is voor je buurman, voor je partner, voor je hond, voor een vriend. En dat het allemaal anders is. Ja. En de cursus zegt nee, er is maar één soort liefde. Hè? Dat is die van jou, van mij, van God, van alles. Mm-hmm. Dat is maar één soort liefde. Dus er zijn geen gradaties in liefde, er zijn geen verschillen in liefde. Liefde is altijd totaal en compleet. En als je dat beseft, dan ben je dus ook niet meer bezig met al die vragen van, ja, maar ik geef nou wel liefde aan mijn buurman en dan heb ik mijn partner en mijn kinderen en mijn kinderen geef je andere liefde aan. Nee, het is allemaal dezelfde liefde. En dat maakt het veel simpeler. Omdat je dat onderscheid niet hoeft te maken. Nee. Er is maar één liefde en that's it. Maar dan zit ik toch nog eventjes met het onderwerp waar we het eerder wel over gehad hebben. Met laat ik maar gewoon seks benoemen. Of gewoon, dat is toch, of zeg jij van, nou, dat kan je ook met iedereen hebben. Nou, meestal is dat niet zo praktisch om dat te doen. Nee, precies. Dat geeft allerlei gedoe binnen een relatie. Ja, maar goed, misschien maar het zou moeten, in feite zou het moeten kunnen als je daaraan voorbij bent dat het niet om die vorm gaat. Nee, ja, exact. Ja. En dat je ziet, wees weer helder over wat is de vorm en wat is de inhoud. Dat is ook een leerstuk uit de cursus dat je daar eigenlijk een keer naar kijkt. De vorm kan seks zijn, maar de inhoud is liefde. Ja. En die liefde kun je met iedereen delen, maar seks doe je meestal niet met iedereen. Nee. Heb je ervaring met tantra? Nee. Nee, omdat het heel erg gaat over... Ja, het gaat wel verder dan seks, hoor. Maar het gaat gewoon heel erg over het gevoel en de energie te laten zijn. Ja, nogmaals, er zijn heel veel vragen binnengekomen. Laat ik er nog eentje doen, wat ook wel een mooie afsluiter is. Van Anne Dijsselhof. Wat is de belangrijkste levensles die je eeuwig door zou willen geven? Eeuwig? Ja. Zo. Ja, gelijk even groot. gelijk heel groot. Ik denk dat de belangrijkste levensles is dat we nog steeds zijn zoals we ten diepste geschapen zijn. Dat er nooit iets tussen kan komen. Dat niet aangetast kan worden door niks. En dat we van daaruit kunnen leven. Je kunt dat liefde noemen, je kunt het licht noemen. Mm-hmm. Je kunt het de schepping noemen van God. Maakt niet uit hoe je het noemt. Dat is wat we ten diepste zijn. En al het andere is in feite een rookgordijn daaromheen. Ja, dat is wat ook de cursus in het begin schrijft. Ja. Dat is allemaal wat er niet is, dat bestaat dus ook niet. En kan dus ook niet jouw diepste wezenskern aantasten. En ga van daaruit leven. Dat is het mooiste wat er is. En het enige uiteindelijk. Ja. Oh, maar dat vind ik helemaal een soort mooi iets wat je hier nu even op het einde zegt. Dat het je niet inderdaad je diepste... Je kan er dus heel erg van slag van raken. Hè? Je kan er heel erg off track van raken. Er kan van alles met je doen. Ja. Maar de absolute kern is... Dat zal je niet raken, want dat blijft gewoon zo puur. Dat blijft gewoon liefde. En daar kan niets mee gebeuren. Nee. Willem, ik hoop dat je boek Universele Spiritualiteit er is. Dat hoop ik voor de mensheid. Maar dat hoop ik vooral ook omdat ik dan een mooie reden heb gevonden om je nog eens een keer uit te nodigen. Heel graag. Ja, dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor alles wat je al gedaan hebt. En voor deze inzichten. Bedankt. En dank jou wel dat je de gelegenheid hebt gegeven om dit weer over het voetlicht te brengen. Ja. Dankjewel. Ja. Ja, alles is liefde. Alles is liefde. Ja, echt heel fijn. Bedankt voor het luisteren. Deel ook wat liefde. Dat wil zeggen, deel vooral dit gesprek. Doe duimpjes. Word abonnee op het YouTube-kanaal van Willem, maar ook zeker op het kanaal van Koekeroe. Meer informatie, als dit misschien je eerste podcast is, omdat je hier op een andere manier gekomen bent, vind je op de website. En dat is www.koekeroe.nl.
wimhof.nl. Misschien kan Wim er even inkomen. Wim Hof, die heeft de tune gemaakt. Hij is altijd zo lekker aan het sketten. En dan komt hij nog een keer. KUKURU.nl. Dat is Koekeroe. Voor de duidelijkheid heb ik helemaal niet gezegd. Maar dat is juist de goeroe die in ons zit. Want we staan hier gelijk in, Willem. Absoluut. Ik geloof ook niet in goeroes. Maar ik geloof niet in goeroes. Ik geloof wel in dit. Ja, exact. Precies. En bedankt voor het luisteren. Zonnegroet. Hoi. Hey.